Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. De situatie in Nederland. Voor mij althans hoor. Ik mag niet klagen. Goede vooruitzichten. Ja, en laat me het ook hopen voor jullie. Natuurlijk aan alles standvast te luisteren. Isabi. Maar we gaan het niet daarover hebben, mensen. We gaan het niet daarover hebben. Het is zondag. Het is zondag, dus we gaan roddelen over Suriname. We gaan flink roddelen over Suriname, Isabi. We wonen er niet. Maar ja, was er een man. Weet u, ook maar of ze lang. En we zitten met argusogen te kijken wat zich daar afspeelt. Soms moet je vreselijk lachen om die stommiteit van Surinamers. Soms is het vreselijk triest dat Juan Libisma is in staat om dit soort onzin uit te halen. En dat het besef geheel ontbreekt. Weet u, dat ja, hoe moet je dat zeggen mensen? Van ja, dat je niet weet wat je, dat je zodanig belachelijk maakt, stervens belachelijk maakt. Heel erg. Maar ja, het is niet anders, Isabi. Daar zijn we Surinamers voor. Maar ja, mensen. De kogel is door de kerk. Uiteindelijk is er dat debat gevoerd met betrekking tot. Hoe heet het? Die toestand rondom surfen. Weet u. Ja, ik vind het altijd leuk wanneer je dingen kan herleiden naar jou toe. Weet u, met name dat. We hadden het afgelopen week over nietigheid en vernietigbaar. Hè? Had ik u uitgelegd dat dat ding nooit heeft. Wanneer iets nietig is, dan is het van meet af aan heeft het nooit bestaan. En als je die dingen terug ziet. En terug hoor, dan zeg je van oké, goed, het stemt overeen en dat doet je deugd, weet je mensen. Maar, kijk nou, weet je wat ik heb opgemerkt van dat hele debat? Ja, dat hele debat waar het over ging. En ik vind het een hele kwalijke zaak hoor. Waarom vind ik het een kwalijke zaak mensen? Kijk, iedereen, elke mediahuis, elke station in Suriname heeft... Een beetje heeft zich uitgelaten over dat debat dat heeft plaatsgevonden in de Nationale Assemblée. En iedereen is aan bod gekomen, iedereen heeft zijn zegje gedaan. Maar er is maar één persoon waar niemand aandacht aan heeft besteed. Totaal niemand. En ik vind dat, Isab Famide toch, Isabé. Ik ga altijd voor de underdog position. En ja... Ja, ik vind het toch een kwalijke zaak hoor, dat mediahuizen daar niet zoveel aandacht aan besteed hebben. En ik vind dat niet op zijn plaats. En ik vind dat ja, die man toch de nodige aandacht behoeft. Want waarom? Kijk, het was deze man die eigenlijk het balletje deed laten rollen. Omdat hij kwam om te zeggen van ja, ik surf in, nooit van gehoord. En ja, Mina, vicepresident. Maar ik heb er nooit van gehoord. Ik weet er totaal niks van. Snap je mensen? En ja, niemand. Apinti niet. ABC heb ik niet gehoord. Ja. Verder, andere stations, ja. Daar moet je niet te veel aandacht aan besteden, mensen. Nou, dat ding. Maar, met name Brunswijk. Want ja, hij zei op zijn dingen. Zijn, ik meen Facebook-account, mensen. Hou me te goede, Isabi. Je weet toch, ik ben niet zo snugger wat dat soort dingen betreft, maar hij zei, heeft dat kenbaar gemaakt van ja, moet je luisteren, ik ben vicepresident, ben voorzitter van de ministerraad en nooit is me dat gezegd, weet u. Ja, ik heb u gezegd mensen, kijk nou, de vicepresidentschap van Brunswijk, Hassan, nou, is een maatje te groot voor deze man. Weet u, een vicepresidentschap is iets heel anders. Snap u? Ja, losgezien van het feit dat een man is nooit om een pot even toe naar de Rosé Condré. Dus hij zal de president van de Republiek Suriname nooit kunnen vertegenwoordigen, mensen. Ja, ik heb er niks aan als vicepresident. Ik ga niet keren om met die Albina naar de zand. Ja, als ik soms nergens naartoe kan gaan, weet u...
is dat een handicap voor een regering. Maar het is niet anders, mensen. Weet u, de Surinaamse bevolking heeft gekozen. En het zij zo. Maar je ziet die scheurtjes. Je ziet het in een kantapie. Maar ik vind dat ja, hij toch wat aandacht behoeft. Wat hij al dan gezegd heeft. Want iedereen komt met allerlei nonsens. Allerlei fragmenten, Isabel. Maar ik heb voor zijn fragment gekozen, hoor, mensen. Dat je hem een publiek geeft. Ja, wat moet je ervan zeggen? Weet u, het is triest, omdat ja, het blijkt dat ze hem wel gezegd hadden. Maar ja, je weet toch, dat ding ging om een special purpose vehicle. Special purpose vehicle, weet u mensen. Een privaatrechtelijk bedrijf, weet u. Ja, dat wordt opgesteld, ingericht, opgericht, weet u. En ja, later kreeg dat ding een naam, omdat het vaste vormen kreeg. Hè. We moeten een naam voor bedenken. Ja. Toen kwam Surfin. Weet u, maar dat is maar een bijkomstigheid. Het gaat niet om dit naam. Het gaat meer om dat bedrijf zelf, de maatschappij, de NV, weet u. Ja, maar daar zat de verwarring in bij hem. Want ze hadden hem gezegd, en ik had u ook laten zien van, kijk, de notaris die bij People FM, dat radiostation in Suriname, kwam, had gezegd, ja, maar het is nooit gemeld en nooit gezegd en dat soort dingen. Maar ja, dat blijkt inderdaad niet zo te zijn, zoals die notaris beweerde, maar dat het wel degelijk gemeld is. En ja, ik heb u een geluidsfragmentje laten horen. Dus ja, het is een flinke scheur in je broek, mensen, weet u, als je met zo'n statement komt, om te zeggen, ja, ik ben notaris en ja, ik zie dit, dat en dat soort dingen. Maar ik weet niet in hoeverre dit ding. Want ik heb dat debat gevolgd, maar kijk nou mensen, je moet vreselijk oppassen met die Santokia, weet je. Want ja, die man is vreselijk sluw. Let op wat ik zeg. Slim en sluwheid, hè. Weet je, hij is vreselijk sluw. Want als ik naar dat debat kijk, dan denk ik bij mezelf van deze man heeft iedereen bedonderd en belasterd waar ze bij stonden. Weet u. En ja, kijk, voor het grote publiek. Ik ga daar straks op komen. En dan ga ik u uitleggen waarom ik zeg van, ja, heeft iedereen bedonderd en belasterd waar je bij staat. En niemand had het door. Weet u. En ik wil niet de slimste van de klas zijn. Nou, kut, maar mensen, Isabel. Maar dan had ik grap dat je dat, die conclusie moet je zelf trekken. Of inderdaad, er zit een kern van waarheid in van, hoe die man, Santokki, dat hij de boel heeft bedonderd en belasterd met dat ding van Surfin. En dat niet in die zin waar jij denkt, hè, want ik probeer even, denk ik, tjinsel trafassie. Maar dat komt later, even focussen op Brunswijk, ja. Het is heel triest, moet ik u eerlijk zeggen, met betrekking tot hem, van hoe het gegaan is. En ja, ik blijf eens zeggen, mensen, het is een maatje te groot voor hem, het vicepresidentschap. En ja, je ziet dat je het niet meer tegen kan houden. Je zou het moeten zeggen ook, hè. Weet u, dat het niet de juiste keuze was voor hem. Om dat te kiezen, hij was niet voor parlementvoorzitter geweest. Maar ja, een mens mag ambities hebben, mensen. Alleen ja, het gaat om de legacy die je achterlaat. Hè. Want het moment dat jouw legacy, net als kijk maar naar Boutersen, wat voor troep en puin zo die man heeft achtergelaten. Sorry, hij gaat de geschiedenisboeken in als een van de, ja, vreselijk gestoorde mensen die Surinamers hadden gekozen om dat land te leiden, weet u. Maar wij gaan luisteren naar meneer Brunswijk. Dan ga ik u uitleggen wat ik bedoel met een maatje te groot, dat presidentschap. We gaan luisteren, mensen, wat hij te vertellen heeft. Even kijken, hoor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar uw parlement.
vragen zijn gesteld hier in uw geacht college over de surfing, NV Surfing. Ik heb heel goed geluisterd. Er zijn vragen gesteld. De president is heel breedvoerig ingegaan op vragen en de intentie die bij de regeringsleven en dit heeft gedeeld met de samenleving en ook met uw geacht college. Maar voorzitter, laat me u zeggen dat wat betreft de eenheid in deze regering hecht is. Ja, de eenheid is er. Er wordt elke moment en wekelijks hebben we contact. 3 keer in de week hebben we ontmoeting met de voorzitter. Ik kom erbij. Ik kom bij u. Rustig aan. We vergaderen en we zitten op 1 lijn, meneer de voorzitter. We zitten op 1 lijn met wat betreft beleid van deze regering. En ik mag je zeggen, in de samenleving is er, laten we zeggen, met dat oprichten van die surfing is er heel veel ruis, heel veel verwarring in de samenleving. En natuurlijk zijn er vragen gesteld. De president heeft die opdracht gegeven. Is de vicepresident op de hoogte? Het zijn allemaal vragen die in de samenleving leven. En we zijn hier om het parlement eerlijk te vertellen hoe het daaraan is toegegaan. In ieder geval, meneer de voorzitter, wij, als ik zeg wij, de ministers en ik persoon als vicepresident, is inderdaad geïnformeerd door de minister van Financiën over een vehikel. Let wel, over een vehikel. En deze vehikel zou dan fris kapitaal binnen moeten brengen. Maar ik heb nooit begrepen, meneer de voorzitter, toen hij of wij dat hebben gehoord. We hebben niet begrepen toen dat het ging om deze NV. Dus dat is alleen die verwarring die is ontstaan, dat wij niet hebben begrepen dat het gaat over surfing. Ja, dat moet duidelijk zijn. We hebben niet gesproken over surfing, maar wel heeft de minister in zoveel woorden gezegd van we kan fris kapitaal binnen moeten brengen, maar hoe dat zou geschieden heeft ons niet gezegd. Ja, dus toen NV Surfing opgericht moest worden, waren wij niet op de hoogte daarvan. Ja, maar de idee dat een surfing of een vehikel moest komen, daarvoor hadden we wel gehoord. De minister heeft ons daarover verteld. Maar belangrijk is inderdaad wat de president heeft gezegd, wanneer mensen in de samenleving bijvoorbeeld een verwarring willen brengen om te zeggen van alleen maar Hindustanen dit, dat moeten we niet hebben. We zijn Surinamers en al ben je een Maron of ben je een Javaan, ik weet niet wat je bent, maar in ieder geval, we zijn allemaal Surinamers. Ja? Niemand kan tussen ons komen om ons te verdelen. Dat gaan we niet accepteren. En de president heeft het duidelijk hier gezegd. En ik zeg het nogmaals hier, dat wij optrekken als eenheid. Ja, dat heb ik ook hier willen zeggen aan de samenleving. Maar in ieder geval, ik wil niet te lang praten. Ik weet niet of er andere vragen waren naar mij gericht. Maar in ieder geval, de president is heel breedvoerig ingegaan. En ik wil niet nog meer woorden hieraan toevoegen of vuil maken, hoe je dat wilt noemen. Ik dank u wel. Dank u wel, heer vicepresident, voor uw betoog en benadrukken dat er inderdaad eenheid is in beleid, bestuur en leiderschap. President, ik kijk naar u. Ja, mensen. En dat was toen
Ja mensen, en dat was toen dat hele gedeelte van meneer Brunswijk met betrekking tot dit akkefietje wat heeft plaatsgevonden. Dus ja, eigenlijk ging het erom van mensen wilden dan een beetje een weg drijven tussen de ABOP en de VHP, weet u, dat soort dingen. Ja, ja, ik heb u gezegd, weet u, en Isabi Fassanamande, de man kies jou, de man gebruikt de stemrecht, de man potie dat bij, dan gaat men ervan uit, je bent op alles op de hoogte, je bent het niet. En omdat je iemand gekozen hebt, dat man, amana sabi man, aman sabdi si dat in aan de zand. Nee, nee, onzin, hou op daarmee. Het is goed voor de Surinaamse bevolking dat je afgestraft wordt hierdoor. Weet u, dat je ziet dat die mensen die jij gekozen hebt, geen gekwalificeerde mensen zijn. Het is heel jammer. Het is heel jammer. Maar het is zo, weet u. En kijk, ik kan de VHP begrijpen. Er is eenheid, wat takkie. Maar moet je luisteren, kijk nou. Je kan niet alles helemaal in finesses en dit in detail gaan vertellen aan Brunswijk. Hij snapt het niet. Hij gaat het niet begrijpen. Dus laten we daar voorzichtig mee zijn. Weet je mensen, kijk. Het moment dat je twee mensen hebt die van een bepaald niveau, bepaalde opleiding hebben genoten, dan is het makkelijk praten. Isabi, dan kan je taken verdelen. Hey, je doet dat met Odyssey. Snap je? En dan weet je, je weet waar je het over hebt. Kijk, dat ding afgelopen week, dat ding over nietig en vernietigbaar. Vertel het, leg het uit hoe het is. Weet u, we gaan er straks op terugkomen, mensen. Isabi, laat mensen weten waar je het over hebt. En Isabi, in Suriname maken we altijd een geweldige fout. We lopen taka Nederlands. Wanneer de trouwens bebouwen architectje ons. Maar leer je aan Gascoro. Dat is wanneer jij naar buiten toe wil uitdragen. Ja? Taki leri. Je noemt ook kibri bakasandati. Je leri toch, je Gascoro, Isabi. Als ze niet zei taki uit je mofo. Dat is maar, moest kombribi. Dat is, moest maar overtuigd maar. Daar neem ik uit in zo'n taalidoing. Nee. Het gaat om de inhoud. Niet of die tak Engels. Ik kan het doen. Ja, dan tak Engels mensen. Hé, hey, joh, even mee begin tak Indonesisch. Ik kan even van een flauw. Begrijp je? Nooit job. Maar je nou begrijp je. Want dat jouw nou van een. Ik ga erom tak je gebruikt de taal die het meest gangbaar is. Gidinser namang. Mek de man verstaan. Je boom zei tegen de man. Dan komt dat niet one lokvaarlijk Nederlands. Mensen focussen op Brunswijk. Isabi, ik vond het heel zielig en heel vervelend, want ja, eigenlijk komt er op neer van, moet je luisteren. Het is een hele schaamtelijke vertoning, want ja, door hem kwam dat ding aan te rollen. Ja, men is op zaadsurfen. Ja, maar dat is die special purpose vehicle waar die mensen het over hebben. En als je dat zelf niet eens goed kan uitspreken, het is geen minachting of laatdunkenheid. Nee. Niveau is niveau, mensen. Ja, we tikking lik vade. Ja. Ik heb naar het stukje geluisterd van Belfort bij Apinti. En ja, luister maar daar zo wat er gezegd werd. Iemand had dan binnen gebeld in een programma. Want Belfort die was daar zo. Om teksten uitleg te geven over bepaalde dingen. En ja, daar zie je. Dat niet alleen zeg van dat het een beetje een maatje te groot is voor Brunswijk. Weet u, en daarom ga je telkens horen, takkie wat hij kijkt aan Loba vicepresidentschap. Maar je ziet het meer als spel dan serious business. Ja, wat moet je doen mensen? Wat moet je daarmee? Isabi, dus laat die man zijn spelletjes gaan spelen. En dan laat dat over aan de VHP en ja, die andere partijen, NPS... In mindere mate, PLD, dat zie je niet, dat is gewoon lastig mensen. Maar laten we luisteren naar Belfort, wat hij toen gezegd had tijdens dat programma. We gaan luisteren mensen. Ja, lid Edward Belfort is de eerste die als advies gaf aan de voorzitter van de ABOP om in het parlement te blijven en het VP-schap niet te ambiëren. Hij gaf dit als antwoord op vragen gesteld door een beller.
gisteravond tijdens het actualiteitenprogramma To The Point, welke live werd uitgezonden via Apinti Televisie. Volgens Belfort is het gegeven advies aan de voorzitter van de ABOP in de wind geslagen. Ja, ik spreek dat Ramon. Ja, gaat u gang. Ja, de heer Belfort gaat over een leiderschapsprobleem. Het leiderschapsprobleem begint bij zijn VP. Als de VP hetzelfde probleem als de vorige president heeft, zoals hij heeft aangegeven, dan kan dat probleem niet worden opgelost van de leiders. Want als men vindt dat beide een vonnis hebben, waarom ambiëren dan een functie als VP? Dan ga je het probleem niet kunnen oplossen in het land. Want je had commentaar op de vorige president. Terwijl je 5 jaren daar ook in hetzelfde scheutje staat. Dus dat probleem moet eerst worden opgelost. We moeten principes hebben en we moeten geen dingen ambiëren die problemen kunnen geven in de ontwikkeling van een land. Ja. Bedankt. Dankjewel. Die man heeft volkomen gelijk. U heeft om reactie gevraagd. Nee, maar die man heeft gelijk. En daarom bij het begin heb ik de voorzitter van ABOP geadviseerd om niet te gaan voor het VP-schap. Let me binnen een advies. Maar iedereen, in het parlement? Nee, we waren toch in bestuur bij elkaar. Nee, maar ik bedoel, hij is eerst gegaan voor het voorzitterschap van het parlement. Wat was uw mening daarover? Nee, dus voordat hij zegt hij gaat daarvoor en dan gaat hij daar. Toen ben ik als enigste, want iedereen was bang. En dan, nee, voorzitter. Mijn advies is, blijf in het parlement. Als parlementariër? Nee, voorzitter Abode. Maar het punt dat de beller maakt is, u heeft zeer principieel toen gezegd, ja. Een president met een vonnis. Ja. Nu geeft u aan leiderschap, maar ook de voorzitter van het parlement is een leider. Ja, maar kijk, er zijn twee dingen die spelen, hè. Ja, waarom DNA-voorzitter wel, VP niet? Kijk, die VP, bij ontstentenis van de president, neemt de VP toch waar? Mensen, kijk nou, hij gaat weer een geweldig woord gebruiken. Hè? En ik weet dat iemand luistert en zegt gaat dat woord herkennen. Bij ontstentenis, weet u, ontstentenis. Je hebt nog een ander woord, ontsteltenis. Weet je, maar bij ontstentenis van de president. Jere, krosno prit bradi, tak gewoonlijk vasande, isabi. Ta president van ons ziekie, Brunswijk moest ik abra. Weet u, ta president no man guadoro seikon, Brunswijk moest ik abra. Dat bedoelt hij met ontstentenis, ja. En hij heeft gelijk. Ja toch. Maar in de uitvoering toch. Hebt u niet gemerkt wat er gaande is nu in Suriname? Wanneer buitenlanders komen. Onlangs is toch een debat geweest in de Tweede Kamer van Nederland over Suriname toch? Ja. Dus dat was mijn advies toch? En hoe heeft u gestemd toen? Want dat wil ik wel. Want uiteindelijk wordt er gestemd bij de verkiezing. Nee, maar hoe heeft u gestemd? Want als u principieel bent van, ik ben betegita in het parlement. Ja, manoeier, dat is die baro manoeier, dat is toch, dat is stem voor. Ja, maar u heeft dus ook ervan gekozen dat de man vicepresident is, meneer Belfort. Broeder, als u tegen was, dan ben ik stem tegen. Nee, als u en ik goede vrienden zijn, en ik geef advies, dat eerlijk ook. Wat zo dapper, nog wat dapper enzovoort. En je gaat met Bari in je gaat toch. Maar met Wakagwe? Je Wakagwe? Maar ik, meneer. Je Wakagwe voor een probleem, als dat een probleem, als dat samen doet. Nee, maar meneer, je gaat toch. Heeft met Bari toch een probleem? Nee, meneer, je gaat gewoon. Nee, maar dat is het voorstemmen. Ik geef, ik praat over iets anders. Ik leg je uit, ik geef je dus dit mee. Als advies. Want hé, look, moet nog wat dapper, want dat op zijn. Begrijpt u? En misschien dat je gaat bij Bari, toch je gaat. Dat zou je moeten doen. Maar u kunt nu, want u zegt,
U heeft de man gezegd, no go, kijk wat er nu gebeurt, discussies over de vicepresident, internationaal, etc. Ja, dan. Maar wanneer men de analen, wanneer men de zaken natrekt, dan zal daar staan, Belfort heeft ook goedkeuring gegeven. Al is het achteraf, meneer Belfort, was het niet beter dat u consistent was gebleven van, nee, mijn mening is, je moet het niet worden, het is niet goed voor het land, het brengt ons in een leiderschapssituatie. Ik stem tegen, ik heb wel een klein verband, het voornemen is bekendgemaakt, en geef mijn mening toch. Maar ik stem voor. Ja, lukt van, geef mijn mening nu toch over haar regering toch. Ja. Ik van mij geef mijn mening, precies zo met mijn mening. En mijn mening is niet maar samen met Taki. Maar je stemt voor? Ja, maar dat is daarna gebeurd. Maar het voornemen is kenbaar gemaakt, toch? Want net heeft u gezegd, ik trek dat nog even door. Ik mag u lastigvallen, want ik weet dat u uit de zaken komt. U heeft net gezegd, is Milodet tevreden bij het behandelen van de CHP, zal ik gewoon tegenstemmen. Mijn stem voor of Milodet tegen? Nee, ik heb... Niet alleen gezegd, luister goed. Ja. Ik heb meer dingen gezegd. Ik zeg, ik kan ook weggaan toch. Maar u heeft van geen van beide. Er zijn mogelijkheden toch. Maar u heeft van die twee mogelijkheden heeft u niet gebruik gemaakt, geen gebruik gemaakt toen de stemming voor de vicepresident. U heeft voorgestemd. Nee, dat heb ik niet gebruik gemaakt. Ja. Van niet stemt voor. Goed, we gaan dat even parkeren. Ik kan hem waarderen hoor, die meneer Belfort. Ja, je stemt voor. Maar je ziet toch, de essentie van het verhaal is dat hier nog allemaal vrede om me heen. Ja, en mensen, angst is de meest slechte raadgever. Angst is de slechtste raadgever die er bestaat. Je ziet naar buiten toe toch. Tapuskerikisma. Allemaal jompo vrede. Mijn lukkunen. Hij is toch op zijn bek gevallen, mensen. Wees eerlijk. Snap je? Brunswick ook. Ik zeg je, de vicepresident is een broekje, een maatje, te groot voor deze man. Anne pas, anne fiti, Isabé. Nou, hoor je het van Belfort, ja. Even, ja, wat moet je eigenlijk? Wat kan je tegen Belfort zeggen? Even, dat je openlijk te gaan waarschuwen, man. Zal je om, en dit trouwens nog bij durven, ja. Je sabi fascinant toch, man. Ja? Ja, die ne gun, die ne dusi, die jarusu, die hati. Echt van die domme dingen. Weet u? Look at hoe zo'n Cheng en met Brunswick. Ja? Per de man die zei dat hij hati, die jarusu, die isani en zo. Weet je? Terwijl, if je mening dan zo ansma, dat je tegen, Isabi, soms a boskopen no mooi. En een mooi servicerevi. Maar omdat je het meet met die persoon, dan je tikkelijk libis maar de tegen dat je een brada, lukuno, let op even, je stot u futu. Je stot u futu gevaarlijk. Dan je nou een boom libis maar. Dat boskop een mooi en een kombo aan en een mooi mandi. Maar later ook denk je naar je tak, ah jong, beter een bejaarke jong, Isabi. Weet u. Je hebt er niks aan, mensen. Angst is een slechte raadgever. En de mannelijke Brunswijk, Bouterse en de eerstkomende idioot ook, hoor, die in Suriname terecht gaat komen. Zang, ik kan gewelddadigheden en de zijn bedrijfsmannen aan de man, dat weet u. Ja, die moet deze regel maar goed gaan analyseren wanneer mensen zeggen, angst is de slechtste raadgever die er bestaat. Want ja, is mijn vrede, joh. Je moet tegen gewoon precies zijn wat je en te fayamiti, ja, jij was, ja, ook iemand toch. Nou, fayamiti, nou, figo los op. Weet u, dat ga je zien, zo miti. Snap je, mensen? Dat was Brunswijk, mensen. Ik vond dat, ja, je hem ook een beetje moest benoemen. Misschien is het niet in goede zin. Taxis, maar tak, ja, laten we hem beschermen na de sandati. Je beschermt Brunswijk niet, hoor. Weet u, door dit te doen. Want ja, mensen die een beetje goed kijk hebben op zaken, die zien dit en die gaan daarover kwebbelen. Ik bijvoorbeeld. En liever die takking dan dat die hier toch. Ja, er is een debat gehouden in de Tweede Kamer. Het heeft Suriname op zijn grondvesten doen schudden.
weet je mensen. Ja, maar het is zo, kijk, ik neem deze parlementariërs in Nederland kwalijk. Ja, je kan zoveel kwalijk nemen, want ja, hier zitten ook idioten, laten we eerlijk wezen. Weet dan, ja, zo, het is dicht bij ons en we weten het als het een beetje volgt. Maar je hebt ze overal zitten, overal. Snap je mensen? Maar ja, de wanjaso, de money en de naboe nodig. Het is omgekeerd, Sanang heb je Nederland van nodig, want ja, Sanang heb Matti. En daarna, straks gaan we er uitgebreid over hebben en op ingaan. Want ja, die meneer Santokki is flink van leer gegaan. En hij heeft een hoop mensen zitten uitkafferen, weet u, ja. En soms is het nodig. Want ja, ik zit hier telkens te roepen, je bent een ster, acting like a president, Isabel. En ja, ik weet niet, hij heeft er gehoor aangegeven en ik vond het goed. Weet u, kom die mensen, je weet dat die mensen, de oppositie, ja, hoe moet je dat noemen mensen? Dat, de man dat in Adrie, Aina, Smananga, Sano Abisheng, als je 10 jaar lang dat land constant hebt vernietigd, dat is door in het parlement en dan ja. Ga je allerlei dingen roepen en dat soort dingen. Terwijl jij, door jou, het moet je telkens gezegd worden. Het moet in de geschiedenisboeken worden opgenomen. Tak ja, 3i, Isabi. Ja, 3i, taki. Ja, maar negatief kon je in het parlement corrigeren. Terwijl als je zegt van, moet je luisteren, kijk, we hebben het geprobeerd. Ja. Wij dachten dat het op deze manier behoorde te geschieden. We komen erachter van, moet je luisteren, kijk, nou, dit is het resultaat van ons beleid. Maar we gaan ons constructief opstellen. En kritisch ook, want ja, Oboumou Nolau. Snap je? Laten we kijken dat we zaken kamerbreed oplossen in Suriname. Nou, ik denk, ja, want ja, Oma, best Oma, ja, kan kamang. Maar wie kon? Je gaat alles torpederen. Je gaat zaken boycotten. Je gaat zaken vernietigen. Mensen kijken nog stelselmatig, zie je het gebeuren. Weet u, van ja, dat men, net als die, de laatste vervoerstoelage voor ministers. Daar zag je, het is niet goed voor de Surinaamse gemeenschap. Maar ja, doordat deze mensen, ik kon beïnvloeden, chimchiboylek, pikeen en alles aan die totaal geen verstand van zaken hebben. Of ik ga maar een bobbelgum, maar breed ik valk, Isabi. Maar ik doe alles aan die. Laat ik maar een pakje bami naar een pisbek en nek voor u, Isabi. Maar ja, ze namen, laten we eerlijk wezen. Maar ik doe van alles die. Dus je kan altijd die Surinamers misbruiken om jouw vuilwerk een beetje bij te gaan schaven. En ja, me kan doen. En dat wordt ook bij Gwen doen, toch? Me kan doen, Isabi. Maar wat bereik je ermee? Terwijl, als jij een beetje normaal was en zou zeggen van, moet je luisteren, kijk dan, oké, we hadden het niet zo gezien, maar we zijn er hier, laten we samenwerken. Dat is jouw taak. Dat is jouw taak om controle uit te oefenen. Maar je moet niet met die rommel komen. Wij weten sinds 20, november 2020, hoe nu stond je Rotterdam? Toen zei ik, ja, maar ze zijn toch hier, dat ding al lang gezegd. Maar de man is ook kono dat de Tjarabu volke edegwe. Weet u. En de Sabi Fadema de kaster. Ja, de Fadema Boro. De man kon tjepip tjinsokba door de 10 jaren revolutie. Waarin ze zo teleurgesteld zijn. Maar je moet een fabeltje op nahouden. Van nee, het is geweldig. En dit, dat, Isabi. Maar de man lauw. Maar je indoctrineert dingen, ja. Dan ga je gaat door op dezelfde weg. En dan wanneer mensen zeggen, ja, je bent bespiegelijk. Weet je, echt laaghartige personen. Die Boutarische Bautisten en dat soort dingen. Omdat, ja, kijk nou. Dit is de uitermate geschikte moment eigenlijk. Om te laten zien dat jij als Boutarische Bautist ook samen kan werken met andere partijen. En je schouders erop zet, onderzet. Maar nee, no. Alles aan ze mij doen, we torpederen en we brengen alleen maar verkeerde informatie naar buiten. En ja, kijk. Wat heb jij bereikt met dit ding? Wat heb je bereikt? Ja,
dat ding, de server is toch stopgezet, de president. Ik zei, ja, maar ik ga je uitleggen wat jij overdoof hebt gezien. Van waarom server gestopt moest worden. Dan ga je een heel ander kijk krijgen. Weet u, maar mensen, voordat we daar naartoe gaan, kijk, dat ding van Brunswijk heb ik daar afgerond. Ja, ik vind het heel vervelend voor Brunswijk, weet u, maar ja. Ja, is dat zo'n biggie smatijn genoeg toch, weet u. Basukuba vind je bachari, ja. Ik ben wanneer, nou, in een man showing. En ja, het is na, aan mij zwaar brak mensen, hoe is verdraaien, ja, de betijn genoeg, maar ja. Mijn obe sabitaka bij gom surfen, voet surfen, mijn obe, ja, maar daar ging het om, die special purpose vehicle, mensen, weet u, ja. Moeilijk mensen, moeilijk. Maar ik ga even naar een paar apps. Dan gaan we verder kijken. En dan gaan we een beetje meer uitweiden over dat ding. Dat ga ik u laten zien. Van de sluwheid van de VHP. Weet u, met betrekking tot dit hele debat. En dan, ja, moet u maar zelf uw conclusies trekken. Even kijken naar iemand uit Suriname. Stuurt ons een hele mooie video. En iemand hier zo stuurt tegelijk bijna 70 apps. Oké, ik stuur de volgende WhatsApp door. Ze zijn van afgelopen dinsdag. Het geluid was weggevallen. Groeten. Goedemiddag, meester. Zien. Dinsdag was het geluid weggevallen. Ik heb dat niet doorgehad, mensen. Goedenavond, meester. Zien. Oeh. Ik zie hier, goedenavond. Ik snap dit niet hoor, echt. Oké. Even kijken hoor. Good morning, stay safe. Mooi zo. Meneer, een heel goedemiddag. Welkom. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Snap u het dat zij Bouterse de gelegenheid hebben gegeven om toch zijn brute daad te herdenken, terwijl die dag is afgeschaft? Heeft lax aan de regels. Zoals gewoonlijk vertrapt hij alle regels en wetten. En nog wat u heeft. Mensen, ik lees wat er staat, hè. Nog, wat u heeft u, die actie van Brunswijk, dat hij de afdeling van ABAP en Nikeri heeft bezocht. Het is met zijn eigen belang bezig. Hij is met zijn eigen belang bezig. Mij bekruipt het gevoel dat het sympathisanten van de NDP zijn. Santoki, ik heb een advies voor u. Laat deze coalitie vallen. Zo houdt u de eer aan uzelf. Want anders zal Brunswijk een vuile streek met u uithalen en dat gaat u niet in de koude kleren zitten. Fijne uitzending. Ja. Ja. Het zijn die Hindustanen mensen. Die van Nikeri. Dat zijn de meest verwerpelijke Hindustanen die er zijn. Ook, zeg ik u eerlijk. Weet u. Ja. Ze hebben dat geld. Ja, maar kijk maar naar mensen als Doekie. Mensen, dan heb ik u genoeg gezegd. Weet u. Het zijn echt verwerpelijke figuren, zeg ik u. Goedemiddag, meneer Singh. Dinsdag, jongstleden, konden wij niet alles verstaan, want uw stem viel steeds weg. Groetjes, R. Oh, nog eentje, dus dat kan niet goed zijn, mensen. Even kijken. Bouters is op 25 februari een krans gaan leggen bij het monument en daarna is hij met zijn aanhangers gaan demonstreren. Dit alles zonder vergunning en ook zonder de COVID-regels in acht genomen te hebben. De politie heeft niet gehandhaafd. Dit kan toch niet? Een ander wordt aangehouden en meegenomen, maar die moordenaar en aanhangers niet. Lopende naar de krijgsraad. Had Winci en Mojo. Ingrid, haar mondkapje ook niet op. Mensen blijven beschaffen. Maar ik lees wat er staat, hè, mensen, wat mensen schrijven. Niet op. Om de politie weer te provoceren. Santoki, hoe kan dat? Durf hij niets te ondernemen tegen die moordenaar die ook nog steeds vrij rondloopt? Ja, het hoort niet. Maar mensen, kijk nou. Je kan de politie en je kan Santoki hierop aanspreken. Maar hoe zit het met Bouterse dan? Dat hij zegt van ja, ik doe wat ik wil en ja, je bekijkt het maar.
Kijk nou. Wij hiertoe hebben de verantwoordelijkheid. We hebben een microfoon en mensen luisteren naar ons. Wij moeten duidelijk maken. Kijk, je hebt een krans. Ja? Dat wil zeggen, je gaat deze herdenken. We gaan naar het graf van meneer Gooding. We gaan dansen op het graf van meneer Gooding. We gaan naar het graf van meneer Deel, meneer Atumpai. We gaan naar hun graf en meneer Sabayo die dood is. We gaan dansen in Tapo, we herdenken de revolutie, mensen. Kom mee, kom mee. Weet u. Daarna gaan we naar Rambokus, we gaan naar Vervuurs. De graf van meneer Kamperveen. Weet u, we gaan naar, hoe heet het, al die plaatsen waar die mensen begraven zijn. Die horen van dansen, dat we dansen op de mangraf. Dat is 25 februari. En als jij zegt van, ja maar, we gaan dansen op, we dansen op de bam, Isabel. Boring, helemaal. Ja, ga maar. Laat de wereld zien. Loose me kado. Ga hem niet aanpakken, want hij lokt het uit dat je komt, deed Hussani. Boutersen wil slachtoffer zijn. Boutersen wil geen dader zijn. Kijk wat hij gedaan heeft in dat ding met zijn rechtszaak. Hij begint nu, en ik ga ruzie krijgen met meneer dingen, Hoes. En daarom ben ik voorzichtig, want ik wil geen ruzie hebben met meneer Hoes. Maar... Je ziet zij doet toch. Mijn brein Arki. Want ik had u gezegd over dat ding van meneer Kanhai. Als hij een beetje verstand heeft van zaken. En je ziet, dan zou hij het heel anders aanpakken. Want nu zie je wat er gebeurt met hem. Hij gaat een heel andere strategie toepassen. Hij gaat de rechter duidelijk willen maken. Van moet je luisteren meneer de rechter of mevrouw de rechter. Ik ben niet goed in mijn hoofd bezig. Ja. Ik weet niet dat ik berecht word, weet u, want een verdachte moet weten dat hij berecht wordt. Ja, dus hij vergiet zijn adres zogenaamd, dat vergiet die, dat vergiet dat hij. Dan zeggen ze, ja, volgens mij is hij niet Amano Barchi. Hij kon Kenzi. Ja, iemand zei kon Kenzi. Die kan jij niet berechten, mensen, want hij moet weten en beseffen dat hij iets heeft gedaan dat niet kan. Dat wettelijk niet toelaatbaar is. En als hij dat niet kan, hij beseft dat niet, naar de standaard, dan zou je moeten vrijspreken. Let goed op wat ik zeg. De rechtbank gaat hem moeten vrijspreken. Dus laat je niet bedonderen hierdoor. Weet u, laat je niet bedonderen. Ja, maar het gaat niet zomaar. Want er komt een psychiatrisch onderzoek naar de standaard. Daar moet je hem laten, want je nou. En wat hij vergiet zijn in het rechtbank. Maar Tada Dorosee is een verbouterse donkbad. Weet u. Tada Dorosee. Hij onthoudt 25 februari. Hoe kan jij wel deze datum onthouden? Maar daar rechteractie je adres. Ja, dan weet je het niet. Denosabi. Maar 25 februari. We onthouden dat jaar. Want Ungozani. Dus je moet hem even laten. Laat hem. Naar Lexa Fosu betachit op mij. Vooral. Ik ging altijd vertellen van moet je luisteren. Kijk. Verzet. Ik vraag me af wat er met die rechter aan de hand is. Ja. Want je moet Boutersen laten. Laat hem. Hij stond op een podium te vertellen over. Ja. Jongen. De man hoorzaak. Mami dat nego. Weet je. Dat wil zeggen. De rechter moet dat zien van, kijk, die man heeft weten van dat een zaak tegen hem wordt aangespannen. Hij weet ervan, maar hij kiest er bewust voor om niet te gaan. Dan kan je die man geen verstekvonnis, geen verzetvonnis geven, geen verzetzaak geven in een man. Je kan die man geen verstekvonnis geven, omdat hij op de hoogte is. Alleen hij komt niet. Weet je, dus je moet hem laten. En ik hoop, en ik ga je eerlijk zijn, dat was Piqué. Kijk, bij Piqué lukt het niet, Isabi, na de Wandati. Want kijk, Piqué heeft geen dingen aangifte gedaan tegen de politie. Dat deed hij aan. Ja, hij kan het niet. Omdat Nadesma bij Haring, Isabi, schoot hij haar aan van zee. De man, hij haar in het zee. Weet je, dus ja, het is mislukt. Dus dat doe je, ja, bief kobaka, want ja, piqué, tjapai man, mensen. Weet je, dus ja, hij heeft vriendelijke hulp nodig, dus hij gaat door moeten gaan met zijn protestactie.
En ja, mensen kijken, nou, het lukt niet, dus dan moet nu Bouterse ook komen buiten. Weet u, hij komt vroeger bij, komt Freddy. Weet u, mensen, want ja, kijk nou, 31 maart, ja, dan moet er iets gezegd gaan worden over die aantijgingen van de auditeur militair en over die, dat verweer van meneer Kanai. De rechter moet haar mond open komen doen, weet u, mensen. Dus ja, Bouterse raakt in paniek. Hij raakt in paniek, dus ja, daarom ik kon dat provoceren. En dan gaat hij zich als slachtoffer doen, daar riketak, ja, allemaal op het napono. Bouterse, ik heb slecht nieuws voor jou. Ze namen, tjun zo klein beetje bij beetje, de aiko oppo. Omdat ja, die nonsens die je hoort, dat ja, de regering heeft niet goed gekomen. Je hoeft niet te communiceren met sommige mensen. If je tij ze nam, en in ons absepsa, ja. Dan vraag ik me af, tegeren, wat moet er met jou gecommuniceerd worden, mensen? Dus dat, als je praat over dat ding van dat hij aan het provoceren is. Ja, als iemand provoceert, laat hem. Je moet niet bijten, want dat doet hij. Dan gaat hij zich als slachtoffer gaan gedragen. Maar nogmaals, als er Surinamers zijn die vinden dat zij op het graf van andere Surinamers moeten gaan dansen, die zij vermoord hebben. En ze vinden dat een heldendaad dat ze hun eigen medeburgers, ongewapende burgers, hebben doodgeschoten. En om Godansi 25 februari op de Maangraf, ja, dat zegt iets over jou. Weet u, zo zien wij het hier, wij die hier in de beschaafde wereld leven. Weet u, kijk hier hoeveel dagen al men bezig gaat zijn met dode herdenking naar Aladisandati, Isabi. Weet je, kijk maar in Suriname, als we dit zo herdenken, om op graven van mensen te gaan dansen, en we het nog goed vinden, ja, mensen, die bizar naar mij, naar de opina, weet je. Goedemiddag, heer Sien, ik heb weer genoten van jouw welkomstlied, jij toch ook, en lief, tweemaal afgedraaid, ik ga weer met alle aandacht naar u luisteren, fijne uitzending, Carmelita, heer Sien. Brunswijk zou ook niet als parlementsvoorzitter kunnen fungeren. Hij heeft de capaciteit niet. De heer Brunswijk heeft lief en is nog in zijn straattaal. Sorry dat ik het zo moet neerschrijven, Carmelita. Ja, sorry. Nee, je moet je niet verontschuldigen. Kijk, in deze programma moet iedereen alles vrij kunnen zeggen, mensen. Weet u, wij zijn niet haatdragen, wanneer discrimineren, we zijn met alles, daarom kan je met alles praten. Racisme, slavernij, al die dingen. Al die moeilijke onderwerpen die taboe zijn voor Surinamers, waar mensen niet durven te praten. Ik wil ze bespreekbaar maken. En dat bericht dat daaruit komt, moet je zo zien. En mooi, maar dat is het. En daarmee moeten we het doen. We moeten daarmee ophouden, mensen, Isabi. Gewoon over alles moet je kunnen praten. Zonder aanzien des persoon. Weet je, gewoon alles open. If one kudimang edu werde, moet je het openlijk kunnen zeggen. Meneer Ratsoudi die hier zo zit, je moet hem aanspreken. Want het is een diepe schande voor ons dat hij hier is. Weet u. Maar zo heb je meerdere mensen. Ja, meerdere. Want ja, Snotap Isabi zei compleet drugsdealer. Die moet je ook aanspreken. Het moet niet zo zijn dat je dingen over je heen laat komen. En dat, ja, hominotakje, want ja, slavernij dan de mouw. Rigeri? Ja, nee, rigeri. Maar we zeggen het wel. Weet je, je moet niets tot taboe maken. Weet je, mensen. Even kijken. Fijn u weer te meester zien. Fijn u weer te horen op deze zondagmiddag. Ik luister met volle aandacht naar uw informatieve, productieve programma. Groetjes van Sandra uit Dordrecht. Groetjes terug hoor, Sandra. De verkiezingen in Nederland staan voor de deur. Bent u ook van plan om in een van uw uitzendingen aandacht aan te besteden? Dat zou ik fijn vinden. Dank u. Ik ga u eerlijk zeggen, ik ga dat niet doen hoor, mevrouw Sandra. Om aandacht aan verkiezingen te besteden. Ik wil mensen hun carrière niet vernietigen. Want Isabi, ik ben vreselijk. Ja, minotak radicaal naar de Sandati. Maar ik ben recht voor je raap. Kijk nou, voor mij
Ik ga je eerlijk zeggen, ik woon al een halve eeuw in Nederland. Ja, laat het duidelijk zijn, hè, voor iedereen. En dit, meneer Legi, met Tegi, gewoon open en eerlijk over verkiezingen. Ik woon al een halve eeuw in Nederland. Ik ben nog nooit gaan stemmen. Nooit heb ik van mijn stem, zowel op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau. Ik heb nog nooit gestemd. Eerlijk zeg ik je dat. Ja. En ik ga u zeggen waarom. Ik haal twee voorbeelden aan. En ik maak het in de praktijk ook altijd mee. Weet u waar ik op stem? Ik stem altijd op een rechtbank. Twee voorbeelden. En dan, ik hoop dat mensen dan gaan toetsen. En ik hoop niet dat programmamakers dit gaan overnemen en dat soort dingen. En dat je mensen die wel een carrière willen gaan beginnen in de Tweede Kamer. Vooral nu, want ja, het is hot item. Weet u, dan gaan ze alle radiostations aan doen. Weet u, om hun promotiepraatje te houden. En dat moet kunnen, mensen. Dat moet kunnen, zeg ik je. Weet je. Maar waarom ik nooit gestemd heb. Ik heb iets gezien. Dat me veel zekerheid en waarborgen geeft. En wat is dat ding wat ik gezien heb? Kijk, ik haal twee zaken aan. De meest recente is die zaak van viruswaarheid. Wanneer je een parlement hebt die een wet aanneemt en de burger is daar niet mee eens, kan je dat twee dingen doen. Ja, wegstemmen die mensen. Ja. Maar de burger heeft nog een mogelijkheid. De burger gaat naar een rechter. En in eerste instantie, wat doet de rechter? Die zegt, ja, burger, je hebt gelijk. Regering, parlement, je hebt het fout gezien. En ik verklaar deze wet niet van toepassing. Ja, ho, even. We hebben jou toch gekozen? We hebben op jou gestemd. De mikwetten gaan voor beschermen. En dan komt de rechter en die zegt van, ja... Nee, deze wet is niet van toepassing. Hoe dan? Dan zeg ik, kijk, liever geef ik mijn stem aan een rechter. Want die is het meest gebaat. Daar ben ik het meest gebaat bij, mijn controle. Want die kan de regering aanspreken op zijn gedrag. Ik kom niet op dat naam, want de tweede zaak betreft die klimaatzaak. Dat ding begint met een A, maar ik kom er niet op. Die mannen zijn ook naar de dingen geweest, de rechtbank, in verband met klimaat. Dat klimaatverdrag van Parijs. Ze hebben een regering aangeklaagd. Rutte, jij doet niet genoeg qua klimaatbescherming, want ja, mijn kinderen... Later, die gaan het vreselijk moeilijk krijgen. Mijn kleinkinderen gaan het vreselijk moeilijk krijgen. Ik kom er niet op dat naam, ja. Ik weet niet, maar het begint met een soort dingen, weet je. En dat irriteert mij als ik daar niet op kan komen, weet u. Echt vervelend. Maar het was ook een ding. Die zegt van, moet je luisteren, kijk nou. Verse lucht om te ademen. Ja, is toch een mensenrecht dat je als ik buiten loop, dat ik gewoon geen viezigheid inadem in mijn leven. Zo is men het gaan beredeneren en bepleiten bij de rechtbank. En de rechtbank heeft inderdaad de regering Rutte aangesproken. Hé, luister hier, jij moet dat gaan doen. Ja, klaar, punt uit. Weet je, en dan zie je weer van ja, we hebben die mensen gekozen en gezet. Maar die mensen zijn niet allemachtig, nee. Want dus in een goede democratie zie je dit gebeuren. Checks and balance. Checks and balance, mensen. Wanneer de regering denkt dat die oppermachtig is, kan je altijd naar de rechtbank stappen en die rechtbank vragen om te zeggen van, moet je luisteren, meneer de rechter. Ik ben het niet eens met deze regering. Bij viruswaarheid had je het gezien. Bij dat ding van die klimaat. Ik weet niet of iemand me kan helpen. Met dat ding van die klimaat. Weet u hoe dat ding... Ik ga toch zoeken, even snel hoor mensen. Want het irriteert me als ik niet erop kan komen. Weet u, ik vind het...
Kijk hoor. Och, hier heb ik het. Urgenda heet dat ding. Urgenda mensen, ja. Urgenda. Ja, die mensen zijn geweest en de rechtbank is met ze meegegaan om te zeggen, ja, het is een mensenrecht om in een schoon leefomgeving te wonen. Het is een mensenrecht. Weet u, dan zeg ik ja. Kijk, dus als u me vraagt over, ga je stemmen? Ik ben daar voorzichtig mee. Weet u, want ik heb nooit gestemd. Dus dat is mijn antwoord. U heeft het laatst over mevrouw Geduld gehad. Ja, goed zo. Ik heb het laatst over mevrouw Geduld gehad, ja. Het is met de oren gekomen dat zij wederom is aangesteld als beleidsbepaler bij de Centrale Bank van Suriname, terwijl zij thuis hoort in de gevangenis. Net als mevrouw Hausiel. Dit is voor mij wederom een teken dat Bouta nog steeds aan de macht is. Ja, dan moeten we dan wat aan gaan doen. Dan moeten wij daar wat aan gaan doen, mensen. Want ja, als mevrouw de Geduld meegewerkt heeft samen met Van Trig, weet u, omdat ja, Van Trig was governor. En zij was waarnemend governor. Dus dan moet je dat toch weten van wat er reelt en zij. Anders ja, kijk, als je de tuinman was, ja, andere koek. Dan heb je gedacht, hey, hou je bezig met dat gratie naar dit blad. Maar nee, je bent waarnemend governor. En ik zeg je, kijk nou, wie houdt haar het hand boven het hoofd? Aan een Bouterre. Jullie geven Bouta te veel macht. Je moet die mensen die niet... Kijk nou mensen, Surinamers maken een fout, hè. Weet u? Weet u wat die fout is van onze Surinamers? Kijk, we denken dat alles naar Bouterse. Ja? Bouterse voorraadkastreserve, Bouterse Chotelal, Bouterse... Een man als Chotelal, hoe van kan vromen, Bouta? Ik kan vromen, heer Abraham. Waarom? Je hebt hem nodig. Maar als Chris van Combi. Je hebt hem nodig. Dus hij gaat op jou spugen. Laat me het zo zeggen, beleef. Isabi, beschaaf. Weet u. Dus, je denkt, ik zeg de man niet, Abi. Ja, kijk. T.A. Adraatje Lusu, kortsluiting. Ja, dat is mijn grap going to Tikiri. Weet u. Hoe ze oud geworden zijn nu. Dan hebben ze hun mensen als feira en noem aan de wand dat hij dacht, hé, Udo, weet je, Guno. Dan ga je dat krijgen. Maar ik zeg je, kijk, die mensen die het hand boven het hoofd van mevrouw Geduld houden, weet u, die moet je zoeken in die kring als Weidebos, Herrenberg, Jozefzoon, Van der San. Want dat zijn die oude vieze mannetjes die dit soort vrouwen misbruiken. En ja, dan ga je dit soort dingen krijgen, mensen. Weet u, dus... Je moet daar vreselijk voorzichtig mee zijn. Snap u? Even kijken hoor. Goedemiddag. Maar Brunswijk heeft toch adviseurs. Ik waardeer de opstelling van Belfort helemaal niet. Als je mans genoeg bent, stem je tegen of je onthoud je van stemmen. En Belfort wil de president worden, want hij had een droom. Ja, Belfort wil de president worden, ja. Weet u. Maar ik kan u één ding verzekeren. Als Belfort met zo'n fout zou komen aanzetten van, ja, ik wist het niet. Ja, weet je, ik wist niet dat surfen hetzelfde was met wat die mannen me verteld hadden, dat ze fresh capital wilden binnenhalen met een special purpose vehicle. Ik wist het niet, ik kon dat verband niet leggen, ja. Omdat je niet op een lijn zit. En als Belfort dat ook niet is, weet je mensen. Kijk nou, je moet Belfort niet onderschatten, mensen. Tijdens het bewind van Belfort, ik heb u gezegd, mensen, ga kijken, tout niveau. De man is een charisma. Die Bouterse komt op het podium, kort tegen. Ik dacht, ja, wanneer gewapende machten, ja, erop uittrekken, doelboe is op uittrekken om mensen te liquideren. Dan met dat over een zaak voor tout niveau, waar Suriname door internationaal gerechtshof is veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Weet u. Dus met Belfort hebben we een vreselijk probleem. Weet u. Als president. Nog meer grap dat hier, Isabi. Ja, die man mag dromen en dat soort dingen. En ja, kijk, als ik je moet kiezen tussen Brunswijk en Belfort, zou ik toch gaan voor Belfort. Omdat ja, alleen op Chinzo ga scoren op Chinzo. Ja. En bij Brunswijk, ja. Laten we eerlijk zijn, een bij diploma, wiens vrijdraaiing, Isabi. En zo, dus ja, je hebt daar niks aan. Maar laat het een les zijn voor Surinamers. Laat het een les zijn dat tegengebruik je stemrecht
dat je het goed moet gebruiken en je moet niet dom doen, weet u. Want hier zo zit je mee, want heb je Brunswijk geholpen? Nee, toch? Nee. Meneer Brunswijk gaat het niet op kunnen nemen tegen de VHP. In welk verband? Op regeerniveau, weet u, beleidsniveau en dat soort dingen. Hij heeft adviseurs, ja. Maar je moet die adviseurs van de VHP zien. Dat zijn er veel meer. En veel hoger opgeleid. Zij beschikken over veel meer kader dan die adviseurs van dingen. Weet u, en die Hindustanen die om Brunswijk zitten, die zitten daar niet om hem te ondersteunen. Die zitten daar om hem te misbruiken. Want ja, de man sabi aman is lop money. Ja, ga maar op prado, jongen, met een man geen vrouw. En hij geniet ervan, want hij komt in de publiciteit mee. Met een vrouw een auto. Maar hij zegt je niet van hoe hij in dat auto komt. En de Suriname denkt, ah, jongen, Brunswijk heeft die jongen, Lucas Amandu. Een man die peto aan je gooien in zakken. Nee, is niet waar, mensen. Schij uit. Schij daarmee uit. Dan leef jij in een verkeerde wereld. Even kijken hoor. Meneer Singh, kunt u de uitzending in twee deel... Oh, dat is de dingen. Intern. Dat is het ook een korte. Er zijn twee regeringen. Brunswijk heeft zich versproken. Hij zei regerings. Ja. Nee, het is niet waar. Dinsdag was het geluid goed. We hebben de hele avond naar u geluisterd. De zending komt vandaag online. Meneer kan het weer terugluisteren. Oké. Dus wie dat niet heeft gehoord, goed zo. Oké, mensen. Een gedeelte was intern. De heer Sien, goedemiddag. Fijne uitzending. By the way, ik ben vandaag 74 geworden. Ik geef tegen het einde wel commentaar op je uitzending. Groetjes Herman uit Utrecht. Nou Herman, etap 74, dat jongen, zei je trakteer, uno jongen, aan de kant, je moet deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Waarom verdedigt Ramdien Brunswijk? Kijk nou, weet je waarom Ramdien Brunswijk? Je zit in een coalitie met die man toch. Je mag hem niet beschadigen, ondanks dat hij aan mij kwam vallen, biggie fout. Want Brunswijk is opgehitst, zijn mensen. Noem me grap naar eens aan dat hij. Brunswijk is opgehitst door dit ding publiek te maken. Dat ja, minus sabi. En hij kon tapasani, hoe heet het? Asani terug van ja. Abif kon tegen hem aan. Dat ja, minus sabi. Dat bedrijf na surfen. Mij weet sabi wel dat hij wou. Ik fris kapitaal en ja. Want bedrijf van Oudhoef kon te kamion. Ik kon naar Sadan. Maar nooit op het over dingen, ja. En daarom heb ik gezegd toch mensen, kijk, oprichting, onderzoeksfase, oprichtingfase, dan is aan dat die, weet u, je kan een hele discussie erover hebben. Maar ja, dat is het vervelende toch mensen. Even kijken hoor. Iemand vraagt me hier, hoe stem je op de rechtbank dan, meneer, ja, meester, weet u. Ja, ik ga niet stemmen, weet u, maar ik ga wel alles voorleggen aan een rechtbank. Weet u? En ik zeg tegen die rechter van, moet je luisteren, kom maar tegemoet. Vertel me. Geef een oordeel hierover. Ga een oordeel vellen voor me. Leg me uit, Isabi, van wat er hier zo plaatsvindt. Weet u mensen, dat is dat hele issue. Ja? Dus, met betrekking tot dit soort dingen, stemmen. Kijk, als je dit ding, je zit met iemand die verkozen wil worden, moet je dat niet doen natuurlijk. Hè. Laat die man in zijn waarde. En ik ga zijn pad niet kruisen. Minogo interview nog eens maar. Minogo takkenen nog eens maar. Die graag gekozen wil worden. Dat ga ik niet doen. Weet je. Want ja. Maar voor mij zodanig. En ja. Dan ga je als kiezer niet op hem willen stemmen. Isabe. En dat wil ik niet doen mensen. Ik ga niemand zijn carrière verpesten. Dat doe ik niet. Maar ik heb jou gezegd van mij. Van moet je luisteren. Kijk. Als ik het niet mee eens ben met iets, leg ik het voor aan de rechter. En ik zeg, kijk, kom me tegemoet en geef je mening hierover. Zeg er wat over, weet u. Dat is mijn manier van stemmen, weet u. En ik sta vreselijk sterk, want waarom? Kijk, als ik kijk naar die zaak van Urgenda, nu ken ik dat naam wel, die klimaatzaak, waarbij de rechter meegegaan is en de regering heeft veroordeeld
in het uitvoeren van het verdrag die ze hebben geratificeerd en ondertekend, Isabi. Dat is prachtig. Dus je kan deze mensen blijkbaar dwingen om zaken te doen voor jou. Hoe? Door te stemmen? Nee, door naar de rechter te gaan. Naar de rechtbank. Ja. En ja, kijk, virus waanzin. Ja, ik zeg waanzin. De man veranderde in ding. In virus waarheid. De man goed houden, de man dacht, hey, ja, nou kijk. Ik heb recht op mijn persoonlijk leven, mijn persoonlijke integriteit. Wordt belemmerd. Ja, wordt beknot door deze regering. Ja. Want ja, ik moet toch vrij kunnen gaan en staan waar ik wil. Democratie, vrijheid, blijheid, mensen. Vrijheid, blijheid. Dus, wat ga je krijgen? Kijk, als jij dan dit soort dingen doet, dat jij dan allerlei belemmeringen, beperkingen gaat opleggen op je burgers. En ik ben het niet eens, dan ga ik naar de rechter. Hey, meneer de rechter, geef eens een oordeel hierover. En in eerste instantie, de eerste rechter, rechter in eerste aanleg, heeft gezegd van ja, meneer, u hebt gelijk. En de juridische grondslag waarop deze regering meent te denken van ja, kijk, deze juridische grondslag geeft mij het recht om jouw vrijheid te beperken. Ja, ik zie het toch anders. Oké, in hoger beroep is dat teruggedraaid. Maar in het einde te gaan rechter dat lauw, weet u mensen. En dan zeg ik van kijk, als je die twee dingen bij elkaar optelt, dan zeg ik. Dan heb je een sterkere recht dan je denkt dan je kiesrecht. Weet je mensen. Even kijken hoor. Heer Sien, fijne uitzending. Ik hoop dat u de actie van Belfort in de DNA van afgelopen vrijdag gaat behandelen. Jammer dat Brunswijk niet goed kan debatteren in het Nederlands. Ik vind dat hij het niet moet doen hoor, in het Nederlands. Kom, hij verteert gewoon in zijn antongen. Wat je op je hart hebt, weet je. Maar nog een moeilijke man aan het Nederlands zeggen. Nou, ik zou het niet doen, want misreffie. Wanneer ik onderling. Kijk, moeten we. Kijk, je moet de taal niet afschaffen. Dat hij hem doet. Ja, maar moet jij Brunswijk dwingen om Nederlands te praten? Ik zou dat niet doen. We hebben hem gekozen, mensen, als vicepresident. Jij kent zijn tekortkoming. Jij kent zijn volmaaktheid. Ja, daarom hebben we hem gekozen. Dus laat die man in zijn waarde. Laat hij gewoon praten zoals hij zich prettig voelt. En even, als het in het Surinaams is of in het Nederlands. Ik vind, je moet niet te veel hechten aan dat Nederlands. Met betrekking tot Suriname. En vooral hier ook toe met de Sani, Isabi, Fromo, Sanantongo, Nederlands. Maar ik zit tussen Surinamers hoor. En ik heb Surinaamse luisteraars. Ja, af en toe, want toen begrijpde de ERKI ja, natuurlijk. Weet u. Maar, jonko, doe normaal. Het gaat erom dat je begrijpt me. Daar is dat hele ding om te doen. Even kijken hoor. Dit is jammer dat Brunswijk niet goed kan debatteren in het Nederlands. Dit in tegenstelling van heer B. en Canapé. Zo, one man, one vote een oplossing zijn in de volgende verkiezing. Uitgaande dat de kiesstelsel aangepast wordt. Dat op zich al een grote uitdaging is. Groetjes, Rabin. Ja, kijk, u hebt iets moois gezegd. Dat one man, one vote. Brunswijk gaat daar nooit achter staan. Omdat Brunswijk dan nooit verkiezingen gaat winnen. Is net als bij de VGHP. Maar dat maakt dat het een eerlijk kiesstelsel is. Weet u? Want ja, dan ben je verplicht om samen te gaan werken met elkaar. Als je one man, one vote hebt. Weet u? Zo breng jij een bepaalde integratie tussen bevolkingsgroepen. Want dan maak je niet één het allergrootste. Want het is vreselijk oneerlijk. Als je 500 mensen hebt in Coroni die twee zetels kunnen benalen. Terwijl in de stad Paramaribo. Als je 500 hebt, dan ben je laffie. Dacht jongen, je hebt 500 zetels. Wat moet je doen? Snap je? Je haalt niet eens de kiesdrempel voor dat. Maar ja,
In Coroni, 2 zetels. Weet u, iets meer dan 500 dan, hè? Weet u mensen. Maar het is heel aanbevelenswaard om die kiesstelsel echt te gaan wijzigen naar de huidige tijd, hè, waarin we leven. Goedemiddag, minister Singh. Graag uw mening over een punt dat in uw straatje past. Viruswaarheid heeft de zaak tegen de Nederlandse staat gewonnen. Het gerechtshof heeft dit ongedaan gemaakt, dit door een andere interpretatie aan te geven. Volgens mij onder druk en politiek gekleurd. En mijn vraag, kunnen wij als Surinaamse Nederlanders het Koninkrijk aanklagen om de onrechtmatige korting op ons AOW door ze hun zorg- en informatieplicht hebben verzaakt? Groetjes Ro. Ja, natuurlijk kan je dat. Alleen, kijk nou, het gaat om de juiste gronden. En wij, kijk, net als die meneer Belfort die jaren bezig is. Maar er is ook een groepje in Den Haag. Weet je, Verenigd van Hindustanse Surinamers, nou, VHS, weet je. Die is ook bezig met dat ding. Je hoort ze niet, maar ze zijn bezig. En nu krijg je een strijd tussen meneer Belfort en die VHS, ja, Verenigd van Hindustanse Surinamers. Dan ga je verdeeldheid krijgen, dan hoef je niet naar de rechtbank te gaan. Maar inderdaad, ik roep alle Surinamers op. Lukono, you know me wachti. You know me wachti, tilikki, you kiss you AOW. Want dan ben je laat. Je bent dan laat. Ja? Waarom zeg ik dat je laat bent? Kijk. Dan ben je al oud. Je hebt geen geld meer. Want ja, de AOW van ons wordt dan dusdanig beknot. Je kan niet eens een cadeautje voor je kleinkinderen halen. Laten we het zo zeggen. Isabel. Dus mensen. Ik zeg tegen Surinamers. Kijk nou. De generatie van ons die hier geboren zijn, die hebben hier geen last van. Onze generaties, die heeft er wel last van. En natuurlijk moeten onze kinderen die het stemrecht hebben en dat soort dingen. Je moet ze beïnvloeden, ja. Ja, van moet je luisteren. Kijk nou, je hebt mensen in het parlement en dat vind ik het gemene van politici. Ik vind het vreselijk laaghartig voor hun, van hun, hè. Kijk, is die man van Denk ook, hè. Maar de regering ook, voor alles aan de man, ja. AOW, dit, slavernij, dat, kolonialisme, alles is nonsens. Weet u? Maar wat denkt, hè, hoe stem gaat, man? Ja, dan af en toe, je raman stinkt. Maar hij geeft je de indruk dat hij voor ons bezig is. Ik zeg tegen jou, kijk Surinamers, één belangrijke vraag. Goed luisteren naar mij, wat ik ga zeggen. Tegen meneer Belfort ook, die zich inzet voor de AOV, weet je. Eén vraag maar heb ik aan elke Surinamer en elke persoon die AOV krijgt. Moet je luisteren. Hoe kan het, ja, dat wij hier zo woonachtig zijn op Nederlandse bodem, en wij krijgen minder AOV. En er zit een mevrouw op Aruba. Ja. Die mevrouw is nooit naar Nederland geweest. Heeft hier nooit gewoond. En die mevrouw die krijgt daar ter plekke, goed opletten wat ik zeg, €800 elke maand aan AOV. Hoe kan dat? Probeer mij dat uit te leggen. Dat wil ik graag weten. Dat is mijn hamvraag. Hoe kan het dat wij hier wonen, we werken hier, we betalen belasting, door dat gewerk van ons, door het belasting betalen, halen we dat land omhoog. Ja? Maar nu heb je een vrouw in Aruba zitten, in Antillen, en die vrouw is hier nooit geweest, ze werken hier ook niet. Dus ze draagt eigenlijk niet bij. Het zou kunnen hoor, dat hij daarvoor in Aruba gewerkt heeft. Dan zou je ook zeggen, ja, indirect. Want ja, deze landen, die zijn niet helemaal los, weet je, van Nederland. Oké. Maar, zij krijgt 800 per maand. En als je kijkt naar Surinamers, Surinamers krijgen vreselijk minder. Ja, je mag een aanvulling gaan vragen via Stoontje. Maar wie wil dat hebben? Wie wil dat hebben, mensen?
Maar dan krijg je de hele wet en regelgeving van de sociale dienst ook op jou is ook van toepassing op jou. Waarom? Omdat je aanvulling hebt gevraagd. Snap je? En mensen, kijk nou, mensen met een AOW die gaan, als je een woning zoekt, de woningbouwvereniging gaat je altijd douwen in een 55-plus woning. Dat is de voorbode, voorportaal om in een bejaardentehuis te gaan wonen. Als je in een bejaardentehuis gaat wonen, moet jij nooit dat fout maken. Jij kan geen huurtoeslag vragen, want je woont in gemeenschappelijk verband. Dus je moet vreselijk voorzichtig zijn. Ja. Dus je moet goed opletten hoe het komt dat wij in zo'n positie geraken. Ja. En ja, kijk, vele Hindustanen maken zich niet druk over een AOW. Weet je waarom? Die mannen hebben neveninkomsten. Ze hebben zaken, ze hebben werk en dat soort dingen. En wanneer je dit ding naar voren brengt, dat ding, die AOW is een bijeenkomstigheid. Dus dat de man in loon en bakken. Dus je gaat ze niet krijgen om veel moeite te gaan doen. Dacht, hé, jongen, AOW, die is dat. Natuurlijk heb je een hoop. En dan krijg je dat discussie weer, wat we de afgelopen dagen hebben gevoerd met meneer Ori. Waarom gaan Hindustanen zich niet inzetten? Ja. Dan krijg je dat ding van, ja, ontwikkeling. Die mannen hebben zich zodanig ontwikkeld. Ja, afkati. Ja, notaris. Ja, datra. Ja. Ja, hoogleraar. Noem maar op. Hier zo in Nederland. Ga jij je niet druk maken daarover, mensen? Het is heel jammer. Het is heel vervelend. Want er zijn een hoop Surinamers die wel moeten rondkomen van een AOV. Dat begrijp ik. Snap je, mensen? Maar daarom heb je geen eenheid ertussen. Weet je, want ja, kijk, voor een hoop Surinamers die van zo'n AOW-uitkering moeten leven, is het geen vetpot. Het is geen vetpot. En ja, je hebt een grote groep Surinamers die zeggen, ja, goed, het komt. Laat maar staan op die rekening. Is goed, lekker, Isabi. Maar ik heb zodanig veel pensioen opgebouwd. Ik heb een paar lijfrentepolissen, ik heb van dit, ik kan me aardig bewegen. Weet je, mensen. Dus ja, meestal hebben ze nog een zaak of een bedrijf die ze kunnen verkopen. En ja, dat soort dingen. Isabi, ja, die spijtbelast in die flip natuurlijk. Maar ja, goed, Isabi, dat is Nederland. Want ja, de kansen zijn hier gecreëerd voor jou dat je dit kan doen. Ja, en mensen van mijn generatie, ik had dat zei, wanneer Isabi Fossi was er beurs. En ik nodig, ja, in Payal schreef ik wel in Monidae Pai studie. Weet je, de mensen uit mijn generatie, die ze hebben gestudeerd met een beurs. Mensen, Isabi, dus ja, de regering heeft ervoor gezorgd dat, dat er een grote groep zich ontwikkeld heeft. En dan draag je bij natuurlijk aan de regering, aan de staat. Weet je, want zo hoort het, ja. Ja. Dus mensen, kijk, dat ding van die AOW is moeilijk, maar laat me je eerlijk zeggen, weet je waar, je gaat problemen gaan krijgen in die bejaardentehuizen, want dan wordt jouw hele inkomen weggehaald van jou. Helemaal. Je hebt niks extra's. Totaal niks extra's. En dan beginnen de problemen, ja, met Surinamers. En dan, wij moeten hier wat aan gaan doen, maar op de juiste manier, met de juiste mensen, die juridisch dit ding heel goed gaan bekijken. Vanaf dat ding bij de onafhankelijkheid, toen Lachman dit ding ging vragen. Kijk, meneer Aron heeft er hier nooit aan de gang besteed, mensen. Nooit. Weet u. Maar ja, als je dit soort dingen gaat zeggen tegen Surinamers, ja, dan krijg je dat racistisch gedoe weer, toch? Dat is dat vervelende. Oei. Ja. Even kijken hoor. Meester Singh wedde om een blackpoes dat Bouterse niet in de gevangenis gaat, zoals kan hij ook gezegd heeft. Hij heeft afspraken gemaakt met Santoki. Hij heeft geen afspraken gemaakt. Maar ik ga niet wedden om een blackpoes. Hij bedoelt black cat, hè, maar hij schreef blackpoes. Ik ga wedden om een doosje sigaren, weet u. Want kijk, laat me u iets laten horen. Kijk nou. Even kijken hoor.
Even goed kijken wat ik dit ding heb. Oké. Ik ben iets aan het zoeken. Ik ben niet voorbereid aan mensen erop, maar omdat het gevraagd wordt, weet u. Laat maar kijken of het hier zo is. We gaan luisteren even naar meneer Kanai. Beste, dat kan mama doen mee wel. Omdat, wist jullie die sminobo ableti? Mami sabi tak eva kader ableti, dat moa si sumen hora ma fano doen mee. Ogo, dat we doen tegen zo technisch juridisch sani, we go in verzet, dat we abo een periode, dat bakken verzet, dat we go in hoger beroep. Maar in ten dat die, alle den ten dat die, among die aba verantwoordelijkheid voor achterwaartse decolonisatieproces aba status voor verdachte among no aba status voor veroordeelde zolang afon srefi door wa morobi krutu no takitak ama schuldig of anschuldig. En in Noerrecht. Waarom zijn ze de metaki? Je bent onschuldig zolang je in een verklaard schuldig. Dus dat was taki voor besluit aan dat die. Tak niet kan je een garantie. Tak zolang als aan dat in opza. En precies van om ben tegen mikba. Tak. Amang samus lei a achterwaartse decolonisatieproces die toevallig neem boterse mag doen mee naar verkiezing voor 2020. Mitegum grantangi. Nou, heb je gehoord, verzet en al dat soort technische rommel en dat soort dingen gaan ze toepassen. Het is gewoon een vertragingstechniek. En in de hoop dat boterse kon dit en nooit dat die straf voor, weet u. Maar kijk nou, in nonsens van een achterwaartse democratie, weet u. Even kijken hoor. Inderdaad, ja, weet je, kijk. If you want tak achterwaartse democratie, nou, dus, decolonialisatie. AOV zou dat kunnen zijn. Dat ook tak aan regeren, maar dat eer nog. Bij die toescherringsovereenkomst, ja, de helm met Aaron. Maar ja, wij zitten nu met de gebakken peren. Weet u. Dus ja, mensen, kom ons helpen. Maar terugkomend op dat ding, afspraak gemaakt met Santokin. Ik hoop het niet hoor, weet u. Even kijken hoor. Tijdens onafhankelijkheid verkeerd geregeld. Daarom AOW gaat, ja, helemaal volkomen gelijk. Tijdens onafhankelijkheid is het verkeerd geregeld. Daarom hebben we vandaag, daarom zitten we op de blaren. Weet u. Even kijken wie we hier hebben. Oké. Meneer Siem, al hebben de Surinaamse Hindustaanse nog zoveel, toch genieten zij toch van de AOW. Ja, u hebt gelijk. Oenegelbe, weet je, AOW, Oeneging, weg gewoon naar charity naar de Sanat. Nee, wat komt binnen, weet u. Dat wil nog niet zeggen dat ze het echt nodig hebben, hoor. Je weet, Hindustanen houden van geld. Nee, we houden niet, we zijn verliefd op geld, weet je. Houden, ja, we zijn helemaal dol en gek op geld, mensen. Laat me het eerlijk zeggen, maar voor de meeste Hindustanen is het niet de hoofdmoot. Dat probeer ik uit te leggen. Maar het is waar wat u zegt. Weet u, Hindustanen na money, noem ik grap. Weet u, wat dat betreft, de manchar kiep valk. Goedemiddag, meneer Singh. Dat is simpel. Aruba is toch onderdeel van het Rijk? Nee, is niet simpel. Want Suriname was ook onderdeel van het Rijk. Want de meeste Surinamers die met de AOW gat zaten, die woonden in Suriname. Die zijn voor de onafhankelijkheid hier naartoe gekomen. Dan was Suriname nog een onderdeel van het Rijk, toch? Koninkrijk Nederlanden. Dus als u zegt, goedemiddag meneer Singh, dat is simpel. Aruba is toch onderdeel van het Rijk. Ja, Suriname was ook onderdeel van het Rijk. En wij zijn ook
destijds voor de onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken, weet u, dan kan jij niet tegen ons zeggen van ja, moet je luisteren, ja, je wordt toch anders behandeld omdat je daar gewoond hebt. En die mevrouw uit Aruba, die heeft zich nooit verplaatst en toch geschiedenis. Weet u, dat zij 800 kreeg. En ik vraag aan een Surinamer, welke Surinamer, die goed opletten wat ik zeg, hè, want ja, je moet goed weten waar het om gaat. Vraag aan een Surinamer, hier, die voor de onafhankelijkheid naar Nederland is gekomen en die 800 euro krijgt per maand aan AOW. Ik wil graag die leren kennen om hem te vragen. Je gaat zien dat het er niet zijn. Even kijken hoor. Meneer Singh, maar je maakt weer die fout dat niet alle Hindustanen hebben zaken en niet allemaal zijn advocaten, hoogleraar. Ja, nee, is geen fout. U hebt gelijk. Ano allemaal afuno. Weet u, ik heb gezegd, er zijn een hoop van ons die dit niet zien als de hoofdmoot van hun inkomen. Het komt op een rekening, leuk dat het er is. Ja, dank je wel daarvoor. Maar ze hebben andere inkomsten. Maar je hebt een hoop Hindustanen die het niet getroffen hebben. Weet je, je hebt een hoop Hindustanen die het niet getroffen hebben hier. Weet je mensen, om een of andere reden zijn ze gegaan voor loofroet, laaghangend fruit. Ze hebben niet willen zoeken, een beetje moeite doen. Goleri, gosane, scoren. Dus de man ik trap op het tegenboom dat ik kringa lucht toe. Daar waar de mooiste en beste fruit hangt. Loofroet, daar gingen ze voor. Maar, ja, dat heeft een nadeel van, ja, kijk nou, je wordt ook heel lang. In fabrieken, noem maar op, en al dat soort plaatsen. Weet je, en dat moet ook gebeuren, het moet geschieden. Maar als je met je handen werkt, verdien je minder. Als je met je hoofd werkt, verdien je veel meer. Dat is overal een feit. Weet je, mensen. En ja, ik kan dat niet wegwerken. Even kijken. Wees objectief en eerlijk, man. Want alle centjes tellen bij de Hindustanen. Dus de AOW pakken ze ook met beide handen en voeten. Ook groetjes rond. Nee, natuurlijk. Je hebt gelijk. Ik heb je openlijk gezegd. If you reken, tak wankuliman. Zij kiest AOW. En heeft daarnaast inkomsten. O tak tak iere. Weet je wat? Is dat AOW die zie? We gaan het aan liefdadigheid geven. Ja, meneer Ron, dan kan je het schudden. Want Ababa dat nog ging. En Ababa die zie ook toen zei tegen. Min ook hier, no asensi. No, no, no. Isabi, ik voet naar tjal. Isabi, dat kan je schudden. Ik ben eerlijk en objectief. Alle money, alle sensi zijn kong, is welkom. Weet u? Vooral als het komt van de prestatie die jij verricht hebt tijdens je leven. En een van die prestaties is onlosmakelijk het recht hebben op een AOV. Het recht hebben daarop. Alleen voor sommige mensen is het recht hebben op een AOV geen vetpot. En voor sommigen, ja, moet je luisteren, kijk nou. Hoe moet je het zeggen? Isabi, het is iets anders weer. Het is een heel andere. Men geeft er een hele andere invulling aan. Iemand met een AOW moet zijn huishuur betalen en dat soort dingen. Weet je, als sommige mensen die zeggen, met dat AOW, mijn huishuur betalen of mijn hypotheek, dat lukt je in geen mogelijkheid. Snap je mensen? Dus ja, die mensen, ik wil niet zeggen dat op de grote voet geleefd hebben, want ja, je moet het kunnen. Je moet het kunnen, Isabi. En daarom zeg ik van, moet je luisteren? Ja, natuurlijk, en er staat niemand. De man lobby money. Daarom gaan ze alles doen om zoveel mogelijk te vergaren. Voor hun kinderen, hun kleinkinderen. En voor zichzelf, dat ze op hun oude dag. Je sabi toch mensen, kijk voor ze. Waar onze pensioengelden was gelegen in het feit dat we kinderen hadden. Je meekip ching, je sorwip ching, je gina ook als je goleri. Dat de retron van Biggie Sani. Dan was dat systeem dat jouw kinderen jou gingen verzorgen. Onderhouden. Ja.
En dan die kinderen, die gingen weer kinderen verwekken, kleinkinderen. En die kleinkinderen, die gingen jouw kinderen, weet je, verzorgen. Dat was dat systeem. Snap je? En nu, hoe kan Nederland, hoe tapoef is aan dat die? En ja, daarom zie je vroeger, had je mensen van, ja, kijk, ze namen die ouderen gewoon in huis. In Italië zie je het nog gebeuren. Weet je, dat die ouders bij die mensen wonen, bij die kinderen wonen. En in het oosten hoef ik je dat helemaal niet te zeggen, daar komt het nog steeds voor. Het is gewoon een traditie. Weet je, ja zo, even wat mooi aan een man trouw, een man en een vrouw trouw, ja zo. De man dacht, hé, hier, de hel met je vader en je moeder. Ik wil niet dat ze komen. Ja, dan komen ze niet. De man, ik wil niet, ja, je bekijkt het maar, ja. Hoe zit het dan? If you are in that money, galanti. Zo zijn mensen ingesteld hier zo. Goedemiddag, minister Singh. Niet alleen hun Hindustanen zijn geleerd. Nee, dat zeg ik ook nooit, hè, mensen. Weet je, maar ik ben een Hindustan, ik kijk het vanuit mijn dingen, mijn groep. Isabi, ik hoop dat andere programmamakers hier, net als Paul en dingen, zeg, ik ga maar kong aan mijn haling in groep, waartoe hij behoort, ook omhoog, om te zeggen, ja, weet je, dat zijn mensen die geleerd hebben ook en dat soort dingen, weet je. Maar ik zeg dat niet, en niet alleen Hindustanen zijn geleerd, nee. Bij de deal van de onafhankelijkheid waren de betrokkenen alleen bezig met wat ze in hun zakken konden zetten. De gemeenschap telde niet mee. En dit gaat nog jaren door, ja? U hebt het goed gezegd, ja, weet u. Hoe zit het met dat achterwaartse gedoe, weet u, van hoe je dat ding, decolonialisatie, weet u. Soms uit iets heel belachelijks, ja, zou jij eventueel uit die belachelijkheid toch iets uit kunnen halen, hoor, mensen. Wees daar voorzichtig mee. En, want kijk nou, hij is er niet in het toch, achterwaartse decolonialisatie. Overal waar je terecht komt, dan gaan mensen je voor gek verklaren natuurlijk. Maar, moet je luisteren. Is het een heel ander show dat, hè? Achterwaartse decolonialisatie. Dan kun je teruggaan om te zeggen, kijk nou, heren en dames, we hebben dit ding niet goed geregeld. En het moet geregeld worden, weet u. Mensen, laat me ook één ding duidelijk stellen, hè? Kijk, dit ding gaat niet om arrogantie, hè, Isabi. Of Jaf bluffen. Daar gaat het niet om. Koeliman leren de gas koren. Nee, de hel met die koelies. Dat moet openlijk zeggen, miauw of ding. Weet je, maar ja, ik ben niet blind. Ik zie soms de arrogantie en de idioterie van Hindustanse mensen. En ik schaam me daarvoor. Laat me dat openlijk zeggen, Isabi. Kijk, waar het om gaat is van, moet je luisteren, kijk. Ik zit in mijn gemeenschap en ik zit met dat ding van, moet je luisteren, kijk, het is niet om arrogant te doen naar de Sandati, maar het is meer een stimulans naar Surinamers toe. Weet u, ik heb u altijd gezegd, vanaf kleins af werd ik gestimuleerd vanaf schoolbanken. Ja? Thuis, die ouders, de man bij Fomi Mesandari, vaak, weet u, Takim Leri. Je gaskoro. Die stimulans die ik daar kreeg was van, kijk, mijn schoolklas was verdeeld in een domme en slimme rij. Ik heb daar nooit trauma van onderhouden. Al die figuren die hier zo, ik kon toch wel nonsens naar de sanatie, ik kon berry, denk, tekortkomingen, dat trauma. Slimme en domme rij, daar was mijn stimulans. Ik dacht, nee, ik wil uit die domme rij. Ik wil eruit om ook bij die slimme jongens te behoren. Dat was mijn stimulans. Weet je, mensen. En dan zeg ik van, moet je luisteren, kijk nou. Arrogantie, dat ik zag kans, fugoleri, trouwansani. Dat moet er niet zijn, want dan ben je vreselijk stom bezig. Ja. Maar sommige dingen, de feiten liggen er niet om. Weet u. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar, en het is vervelend om aan te horen, maar ja,
Kijk om je heen. Laten we een lijstje maken. We gaan het niet doen natuurlijk. Maar laat de Surinamer het zien als stimulans. Laten wij elkaar stimuleren. Naar Liksa meneer Oritaki. Kijk, we moeten jou op sleeptouw nemen. We vingen wat tegen. Ja, toe boto. Alla toe aan buitenboord. Ja, dat we varen op een liba. Dat is samsa. A bot of me. A motor en draai het hebben, broko. Maar a bot of you. Pe you stong. Ja. A bot of broko. A motor broko. Samo do me libi. Jongen liba, mama, kan maar go dede, jongen. Nee. Meneer Ori zei het mooi. We gaan jou op sleeptouw nemen. Zou je doen? O, teken wat tijd. Of vringen je eten. Dat we go samen. Mi motor en broko. Dat me haar you go. Chari go po musdoro. Dat is Suriname. Dat is dat ding waar ik ben opgegroeid. Alleen ja, wij zijn zo racistisch bezig met elkaar dat je dingen verkeerd gaat opvatten. En dat vind ik vreselijk zielig. En ja, het is niet productief, mensen. Isabi. Maar als u zegt van niet alleen in de standen zeggen, is waar, ja, weet u. Ik kom ze tegen, ook op universiteiten. Maar ik zit alleen met één probleem. Als ik goed kijk, dan blijkt het niet Surinamers te zijn. Ik schrik me rot, mensen. Ik weet niet. Jij nou, allemaal uit Holland toch? Isabi, kijk nou. Weet je wat ik niet snap? Kijk naar die Afrikanen. Kijk naar die Afrikanen. Als jij ziet hoe Afrikaanse mensen ten opzichte van Surinaamse mensen vooruit gaan, je schrik je wild. Je schrik je wild. Look at him af, Bijlmer. Make the man that de eerlijk. Make the man that de eerlijk dat de man takkie. De luku Afrikaansma is zeer sani na woyo. Dat is alleen mijn serie, Isabi. De man is zeer vergiet. Ik zie na pimba, na de... Nee. De man is zeer den groentu. Na de spulletjes zal de man abnodig dappen. Natuurlijk zit er een paar van dat spul ertussen. Maar de man is serie. De sani leki. Zal de man jan dappen. En dan moet je... Ja, maar een woyosma. Nee, je begrijpt het niet. Een woyosma is in staat om spullen te importeren vanuit haar eigen land. En dat ding te distribueren aan zijn eigen bevolkingsgroep die woonachtig is in Nederland. Is toch prachtig? Yuluku wasanamang. Sancha Sakong. Je hebt er een paar hoor. Ik moet niet liegen. Je hebt er een paar. Maar het is in mindere mate mensen. En die mensen, wij moeten elkaar op sleeptouw nemen. Voor jippie, dat goed vooruit. Weet u. Even kijken hoor. Meester Singh, klopt het dat 80% van de Hindustanen in en om Den Haag op Geert Wilders bij de laatste verkiezing? Ik weet dat je je stem mag geven aan wie je wil, maar dit baart mij zorgen, want stel je voor dat onze mensen zich in Suriname gaan vestigen. Nemen ze deze shit ook met zich mee, met alle gevolgen van die... ja, er zijn er veel... Kijk, weet je mensen, we maken een vreselijke fout met Geert Wilders. Ik zou mensen... Ik ben een reclame die Geert Wilders er aan is aan dat hij de hel met hem... Maar hier de mensen, kijk nou. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, joh. Oké. Geert Wilders. Eigenlijk moet elke buitenlander op Geert Wilders stemmen. Isabi, wat waarom? We zijn veilig. Buitenlandse mensen zijn vreselijk veilig in de handen van Geert Wilders. Ze zijn veilig, mensen. Waarom? Geert Wilders zelf is een buitenlander. Hoe vind je die? Feisabasandati. Ja. Mensen. Luca in de wierf Geert Wilders. Amang na blondere, blondere. Geert Wilders heeft Indonesische roots. Luku Geert Wilders boom. Geert Wilders heeft Indonesische roots. Geert Wilders, een buitenlands vrouw. Aan de dangen bakkeren meisjes, vrouw, Isabi. Dus ja, wanneer Hindustanen op hem stemmen, ja, ja, nee, kijk nou, omdat die Hindustan weet, ik ben veilig bij hem.
Die poespas die hij maakt is tegen een bepaald bevolkingsgroep gericht. En laten we eerlijk wezen, we hebben het gezien bij die rellen toch, die plunderingen die geweest zijn. Om eens naar mij zie daartussen, Isabi. Om een Indonesiër zie. Nou, want toch? Weet u, om een Isani, van de Karing, noem maar op, andere volken die er zijn. Weet je, het zijn altijd een bepaalde groep. En tegen die mensen heeft deze man een vreselijke hekel, ja. Maar onze Geert Wilders is gewoon een Indonesiër, van Indonesië afkomstig. Dus ja, je bent veilig, daarom stemmen Hindustanen op hem. Weet u. Dus maak dat fout niet. Even kijken, heer Singh. Iemand die jaren in Nederland heeft gewoond en dan terug gaat wonen in Suriname, heeft degene nog recht op zijn AOW, Carmelita? Ja, ja, ja. Nee, Carmelita, nou, ik ga voor dat jongen, dat ging niet maar money. Weet je, jongen, iets jaren. Je hebt jarenlang hier gewoond en je hebt recht op je AOV. Je hebt nog recht erop, ja. Of heeft degene alleen recht op de jaren dat degene hier heeft gewoond? Nee, nee, nee. Fout, boel, rode meisje, nou, mijn grap. Weet je, en daarom zeg ik tegen deze Surinaamse mensen, kijk nou, je moet een beetje slim zijn. Je noemt Corrie, Michel, Gassernande, Kisimoni, al dat soort mooie. Nee, laat je geld gewoon hier op een rekening storten. Weet je, want kijk, hoe wordt dat over AOW nou, hè? Kijk, luister. Als je AOW hebt, dan moet je hier te landen woonachtig zijn. Maar die maakt me qua regeling nou. Dat je kijkt, je bent 6 maanden daar en 6 maanden hier. Ja toch? Je zit met jouw dingen, je zorgtoeslag. Vraag dat ding aan. Vraag het gewoon aan. Je huurtoeslag, alles. Ik woon hier. Weet je? Ja, ziek Simon, dan nog een paar jaar of zo, jongen, dat vandaan. Weet je, oké. Ja, als je AOW hebt, dan in een paar belastingen mensen. Noem ik grap. Weet je, dan, is het, dan ben je een beetje belastingvrij, toch? Maar luister nou, kijk. Wij maken een fout, hè. Theorie migreer Gassernang, ja. Dan val je onder het regime van Suriname. En wat bedoel ik met dat regime? Kijk, Suriname en Nederland hebben een belastingverdrag, mensen. Suriname en Nederland hebben een belastingverdrag. Wat zegt Nederland? Nederland, luister nou, kijk. Jij mag belasting heffen op Surinamers die remigreren. Weet je, die naar Suriname willen gaan. Oké. Wat doet Nederland nu? Die zegt van, moet je luisteren, kijk nou. Jij krijgt AOW van mij. Wil je remigreren? Goed. Nou, maar dan krijg je 400 zoveel naar de Wandati. Snap je? En dan wat krijg je? Ja, maar hoe zit het naar het restaurant? Dat restaurant wordt rechtstreeks overgemaakt aan Suriname. Via die belastingverdrag. Dus Nederland gaat innen, omdat dat geld van hem komt. Weet je, jij krijgt iets van 400 zoveel. Waar je had recht op bijna 600-700 of noem maar op. Isabel, hou me te goed door mensen. Maar ik weet dat dat gedeelte dat wordt ingekort op jouw AOW-uitkering. Ja. Omdat er een belastingverdrag is tussen Nederland en Suriname, wordt dat gestort aan Suriname van hier, alsjeblieft. Maar wat gebeurt er nu? In Suriname moet je ook weer extra belasting betalen. Terwijl als je een AOW hebt hier, dan ben je belastingvrij. En dan zeg ik tegen Surinamers, kijk nou, luister. Als je zegt van, ik woon daar 6 maanden. Koop leipje zo kon je nou. Laat me je wat leren. Laat me je wat leren. Kaka je zie. Zie ik moeite aan dat, toch? Die gaat er dan. Alle onkosten zijn je mekkie. Tjaren kan Nederland bakken. Tjaren kom. De guabelasting, de accidentman, takjeren. Hoe zit het hiermee? Hoe zit het? Ik wil toch een paar dingen terug hebben. Weet je, ik wil dingen terugvragen. Ik moet toch wat terug kunnen krijgen van de belasting. Ik woon in Suriname daar. Ik heb onkosten en al dat soort dingen. Ja. Iemand moet me ook een vergoeding geven daarvoor. Weet u. Ja, mensen, ik weet niet. Als je het niet probeert, ga je het nooit kunnen onderzoeken of je daar recht op hebt. Weet u. Maar ik zou zeggen tegen mensen, kijk nou. Ja. Het is leuk hoor, een remigratieregeling. Ja, dan storten we dat geld voor jou. Kijk met die problemen met Suriname, Nonanga, Valutanaren. Kijk hoe die mensen binaren. Weet u, de regering in Suriname
Maar dat is toch niet duidelijk. Isabi, komt er weer een andere Cubas in ons samen dat we doen? Weet je, want het is gebruikelijk dat je krijgt 10 jaar een vernietiger. Ja, dan krijg je 10 jaar ongeveer iemand die de boel op de race wil komen zetten. En bakken 10 jaar krijg je weer een vernietiger of vernietiger alles. Dat is Suriname. Weet u daarom, hoe nee kon servie. Snap je mensen? Dus ja, als jij met je AOW daartussen zit, heb je een probleem. Want ja, de regeling tussen Nederland en Suriname is niet goed. En het is vreselijk slecht voor jou, terwijl je daar je oude dag wil slijten. En dat moet kunnen. Als jij recht hebt op een AOW, moet jij naar Suriname kunnen gaan en genieten van je geld en van je oude dag. Luister, kijk, als dat verschil ongeveer 200 euro is, plus nog wat vakantiegeld, is dat bij mensen nog meer grapjaren. En je moet niet vergeten, kijk, gezondheidszorg in Suriname is leuk, hè, aardig jaren. Maar gezondheidszorg in Suriname, vergeleken bij hier zo. Je moet tapoeren, Isabi. Ja, als je op en neer kan reizen, Isabi, ik ga Sanang, ik kom bakken. Ja, ik weet niet van nu, want ik ben wel langer naar Sanang, maar vroeger had je 60 plus. Het stelde niks veel voor naar de Sanati, maar dat zijn dingen die we moeten regelen voor onszelf. Weet u dat, ja, we onze oudere mensen die hier jarenlang gewoond hebben en gewerkt hebben, het niet moeilijk moeten maken. En ik heb je gezegd van, moet je luisteren, kijk nou, tegenwoordig de Meigo debatteert over Asanif Sanan, ja, dubbele nationaal. Ik vind, ja, is een non-discussie. Maar dit krijg je met mensen die niet naar school zijn gegaan. In Suriname vooral, hè. Daar gaan ze praten, dacht, ja, hoe gaan we dit doen, dat, ja. Hier heb je mensen gewoon met 2 nationaliteiten. Een Surinamer heeft dat niet nodig. Dat staat in de wet. Suriname heeft dat verdrag getekend. Alleen ja, ook al vergiet hij zodanig. Dat hoe nog stap dit aan dat morgen. We weten het niet. Weet u mensen, kijk. Dit ding nekt ons. Want dan nou iemand overtuigd was. Ja, maar niet. Bribi aan elkaar en dit. Terwijl dat ding daar is. Het is er gewoon. Surinamers die hier woonachtig zijn, die in Suriname geboren zijn, die voor de onafhankelijkheid hier kwamen, die hebben gewoon recht op alle dingen in Suriname toegang. Ja, alleen de regering houdt het tegen. De Surinaamse regering. Weet u, de negine rechter, maar je hebt er recht op. Weet u, en ja, ik ga mensen niet overtuigen hoor, dat ga ik niet doen. Voor sorry, dat ik kom brieven. Asanisi. Ano leba, Yorka, Tori, naga de zandati, Isabi, Bakuru en doe maar op. No, dat komt kom overtuigen, voor je komt brieven. Nee. En daar zit de angel. Daar zit de angel. Want kijk, bij hen staan, hoe lobby money toch? Ja? Omdat hoe lobby money, we onderzoeken de zandati. En wij gaan wel eisen en druk opleggen en bij de dingen bepleiten van nee, kijk, het staat geschreven. Dus ik heb daar recht op en je mag mij dat recht niet ontnemen. Dat is dat ding waarbij Hindustanen, ja, een beetje vooruit komen. Snap je? Oezap is dat niet bij Jorka Tori, Bakru, Fodu en noem maar op, Isabi. Oezap is dat niet. Maar, in afko overtuigen we dat niet, dat weten we al. Maar één ding weten we ook van, kijk, de wetgeving tussen deze twee landen. Snap je mensen? Dat is van belang voor ons. En dat ding wat ik je zeg, kijk, dat ding van PSA, en dat is allemaal rommel, rotzooi. Weet u? Van, ja, waarom ga je dat doen? Weet u, kijk, dan zeg je, ja, meneer Yankee was jaren bezig. Ja, meneer Yankee was jaren bezig, maar hij had geen ondersteuning van mensen. Weet u, want ja, wij steken elkaar op, toch? Ja, van meneer Yankee, Sumanamang, Kuli. Zij moest doen, liba man. Weet je, we steunen elkaar niet. Dus ja, dan ga je verliezen, weet u. Dat is het vervelende. Even kijken hoor. Dus, mevrouw Carmelita, dat van die AOW, noem ik grap, je hebt er recht op. Is het ook als je hebt uitgeschreven uit Nederland. Kijk, wanneer je hebt uitgeschreven uit Nederland, dan en je bent gaan remigreren en dat soort dingen. Ja, dan mag je het meenemen met je. Je mag het meenemen. Alleen je gaat minder krijgen.
weet u, als je een AOW hebt. Dat ga je minder krijgen, maar je moet het niet laten. Je hebt daar recht op tot je dood, weet u. Het is niet overerfbaar aan het takkie. Die kon je daar iep ching okiseng, isabi dat niet, weet u. Maar ook al heb je uitgeschreven, je hebt gewoon daar recht op, weet u. Neem het mee met je, zeg ik. Goedemiddag, meester. Als jouw motor het begeeft, kan je nog een pagaai gebruiken. Fijne uitzending. Ja, alleen je moet die pagaai hebben. Imawa. Apari, isabi. Want ja, if je motor is aan. En ja, kijk nou meneer, is leuk hoor. Goedemiddag, meester. Als je motor het begeeft, kan je nog een pagaai gebruiken. Fijne uitzending. Ja, prachtig. Maar je staat trouwens aan motor, no begeving. Omdat hij het onderhouden heeft, hij oling, hij sani. Wees eerlijk, smoudoro eerder. Ja, je motor brokko. Ja, bif go, pari, boto. Begrijp je? En dat trawang? Dat trawang doorok ba, je koite, ja, koye kong, isabi. Weet u, dus wees daar voorzichtig mee. Even kijken, Geert Wilders is een Limburger. En die mensen hebben bijna allemaal zwart haar. Dat komt van Spaanse overheersing in vroeger tijden. Groetjes, ja, groetjes terug. Maar ik blijf je zeggen, Geert Wilders heeft Indonesische roots, mensen. Weet u, meester Singh, update AOW wordt wel degelijk belast. Ja, en als hij belast wordt, ja, en dat probeer ik jou uit te leggen. Kijk, het wordt belast toch, zeg u. Dingen die belast worden, jij kan dat ding, dat die dat gedeelte waarop belasting wordt geheven, kan je terugvorderen. Dan krijg je het toch terug, want je hebt geen inkomen. Maar je hebt het moeten maken, die onkosten. Dus ik zeg, kijk nou, dit zijn dingen die juridisch mensen dat doen, maar ze vertellen je het niet. Ik doe dat wel. Snap je? Weet u? En dan ga je een probleem krijgen van, ik moet mensen komen overtuigen dat het zo is. En ik zeg, ik doe het niet. Nee. Ik doe het niet, Isabi. Daarom zie je sommige mensen vooruitkomen en sommige mensen niet. Snap je, mensen? Maar dat van het AOW, ik blijf erbij, mevrouw Carmelita. No lasing, ano taki guasana, taki jongen libasana. Nee, neem het mee met je. Neem het mee. Maar ik zou je niet aanraden voor een remigering. Hé, potassen toch wel rekening. Isabi, zorg dat je gewoon, je goko, weet u. Dan ja, je hebt je geld hier, het maximale. Maar als je gaat naar de mokoting, dan ga je minder krijgen. Weet u, ze gaan je een hoop verhaal vertellen van ja, is beter dit, dat, zus, zo makkelijk. En dat soort dingen, ja. Nee, allemaal lariekoek. Trap er niet in, weet u. Gewoon op een bankrekening hier. En ja, voorzien hoe bij AB in Sernang. Je kon in Suriname, gewoon in Suriname zijn. Je stopt je pasje in de muur daar. Je haalt het geld van je rekening hier af. Gewoon in de SED, Ibekis, rechtstreeks je euro. Dan heb ik een wisseling aan de hoogste bieder. Ja. Meneer Boutersen kwam, meneer Hoefdraad kwam, meneer Van Trik, meneer Roemer. Alle die mannen kwam, meneer Gersie ook. Weet je, ja, ze hebben het weggehaald. Meneer Franci, meneer Coutinho, meneer Rafik, van meneer Fouca, Hakkeringbank. Allemaal. Dus, de man. Vernietiging, weet u, het mocht niet. Daar is het erg, ja. Even kijken hoor. Meneer Singh, ik moet wel eerlijk toegeven dat Surinaamse Hindustanen een voorsprong op de Kriolen hebben. Wat sparen betreft, ze kunnen goed sparen. Al moeten ze iedere dag alleen sardine eten met rijst. Ze doen het gewoon. Maar ik moet eerlijk zijn, je kan wel wat leren van hun, bijvoorbeeld feestdagen en zondagen. Liever naar je kostgrond gaan in plaats van iedere keer gaan feesten. Ook bij de Kriolen kunnen ze minder feesten bij ieder jaardag van een lid van het gezin. En niet de dure kleding, zo kan je veel beter sparen. Maar niet alle Hindustanen sparen sommige punten. Kijk naar het programma. TBN, nood is erg hoog. Ik zou zeggen, minder soepie drinken en daardoor minder domme dingen doen. Ja, je zei, er zijn, laat mij het gewoon zeggen, er zijn een hoop stomme en er staan ook hoor, noem ik grap. Heer Singh,
Die AOW-gat zal nooit hersteld worden. Het speelt zich af vanaf de onafhankelijkheid. Ze wachten tot allemaal die recht hebben dood zijn. Ze willen toch eens vrij zijn van Nederland. Groetjes, Herman. Kijk, meneer Herman, ik kon niet. Isabel, we zijn niet veel meer, onze generatie. En dan zeg ik, dan ga je zien, Suriname gaat een probleem krijgen ook. Rechtstreeks daar naartoe werken. Hè. Kijk, wij hebben een sterke band met Suriname. Ja? Maar onze kinderen niet. Die hebben geen band. En dat gaat, daar gaat Suriname van onder lijden. Kijk, inderdaad, wij komen uit Napanga Wanfoet in Gribolo. Ja? Dus het gaat hem niet worden. Wat ga je zien gebeuren van, kijk nou, wij gaan nog met vakantie naar Suriname, wij onderhouden contacten met onze familieleden, we proberen ze te ondersteunen waar het mogelijk is, naar de Sanderdee. Dus Suriname krijgt daar inkomsten uit. Ja, if je gaat op vakantie naar Senang, of je gaat op vakantie naar Singapore, ja, moet je luisteren, if je gaat Singapore, Senang, laat die toch, weet je, SLM, laat zo'n ticket, toeristenkaart, money. Landi no kisi. Ja, de restaurant peo go bai wan nyang nyang. Ja, maar lassi. Weet je. Dus mensen, koester deze Surinamers nog, die naar Suriname willen gaan. En naar jouw land willen komen. Maar je ziet in Suriname, omdat we geen data bijhouden in Suriname, kan je dit ding niet overzien, terwijl voor ons het een koud kunst is om dit te doorgronden. Het is een koud kunstje. Weet je, want kijk nou. Surinamers zijn bari, je toerisme. Waarom schreeuw je daarover? Weet je, want kijk. Land als Turkije, nooit je ziet dat, ja, we willen toeristen aantrekken. Dit. Nee. Ze komen sowieso, want ik heb wat te bieden. Ik heb wat te bieden. Weet je, land als Spanje, nee, doen is aan het. Ja, we zitten rondom de zee, dus ja. Ik heb wat te bieden. Suriname, wat heb je te bieden? Alleen maar werede. Werede mensen. Kijk maar naar die rommel van die regering en dat soort dingen. Weet je, het zijn die onze mensen die ons land verpesten. Wat ik duidelijk wil maken met dat ding van die AOW gaat, wat meneer Herman zegt van ja, moet je luisteren. Inderdaad, dit is de manier van hoe er in deze werelden worden gedacht over dit soort problemen. Dat probleem lost zichzelf op. Je hebt een kleine groepje nog. Kom, wacht niet, ik de man deed. Dan is bang als aan die zie. Snap je? We rekken het gewoon door. Dan ga je dit soort problemen krijgen, ja. Omdat waarom? Wij kunnen geen overeenstemming bereiken om te zeggen van, hé, moet je luisteren. Oké, okay. Mensen, zowel een Hindustanen, een Javaan en een Kriool krijgt AOW. Hoe gaan we hiermee om? Ja, als die Hindustan arrogant is, hij plek vaarlijk, dat ja, ik ga scoren, ik leer, zo moeten we het doen, ja. Dan weet je dat het eindzoek is. If Atrawan, die Creool is koppig, ik dacht, ja, maar ik wil niks van jou horen, want ja, je bent arrogant en ik wil het zo doen. Ja, dat is al een cocktail van mislukking en ego, weet je. Terwijl als wij bij elkaar kunnen komen en zeggen van, hé, hier een fout, doe als aan die jongen. Ja, maar kijk, hier staat dit, laten we dat proberen en kijk, zus en zo, Isabi. Dat je de koppen bij elkaar steekt en probeer om zaken goed en duidelijk naar voren te brengen, zodat jij daar het maximale winst daaruit kan behalen. Je ziet me denken, ik kan dan niet maken, maximale winst. Weet je mensen? Ja, dat is dat hele ding waar het om draait. Weet je, maar zolang we dat niet kunnen, ja, dan hebben we een vreselijk probleem. Weet je mensen? En daarom gaan we zo blijven sukkelen. Wat ik probeerde te wijzen. Dieren. Maar het komt wel. Ja, dieren. Ja, langzaam. Weet je. Charles, een hele mooie foto hoor. Jongen. Je me kies maar. Broeja. Weet je. Maar dieren, ja. Langzaam. Is waar. Even kijken. Ik blijf en woon nog lekker hier. Dat was in Suriname. Kan ik niet hebben. Jaren hier mijn krachten gegeven, Carmelita. Ja. Maar Carmelita, je kan ook naar Spanje gaan hoor. Daar is het ook mooi toeven. Weet je, want ik ken een hoop Surinamers die gaan overwinteren naar Spanje. Mensen, dat is nog mijn grap.
weet je, je bent, kijk tegen Oeru. Jongen, sneeuw, lukkelijk, soms zijn de afgelopen dagen hier met sneeuw. Isago wakker, staat dat die jongen die grad van een kiesmankeren, ja, brokken heup na, dus en dat die weet je, ja, dat is niet aan ons besteed, mensen, laten we eerlijk wezen. Mensen, kijk nou, intern heeft de directie me iets gevraagd om te doen, weet je, dus ik ga, het is 3:30, ik ga even dit gedeelte van dit programma even afsluiten. Met de Tjuso Limbo, dan ben ik zo bij u terug. Weet u, want dan ga ik nog door tot 5:00. Maar, want ik moet dat programma in 2 delen opnemen, mensen. Anders wordt het te lang voor dingen. Dus ja, dus ga nergens naartoe. Ik ben zo bij u weer terug. U kan dan een pauze gaan nemen ook. Weet u, dat u iets gaat drinken of wat, of naar de wc gaan. En dan ga ik door met dat geklets en gewauwel van mij. Weet u, dan gaan we een beetje naar die oeverloze discussies luisteren vanuit Suriname. Maar ik ben zo bij u terug en dan gaan we verder, mensen. Even een kleine break. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.